Welkom, fijn dat u er bent. Welkom bij het Kenniscafé. Voor de mensen die hier voor het eerst zijn bij het Kenniscafé, dat is een maandelijkse talkshow over wetenschap. Georganiseerd door de KNAW, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, NEMO, NEMO Kennislink, de Volkskrant en de Bali. Het woord Kenniscafé, dat zegt het al, daar zit ook het woord café in. Er staan hier vooraan drankjes. En mocht u nou tijdens de voorstelling, die van 8 tot 10 zal duren, dat u denkt van nou, ik wil wel wat drinken, dat kan dan gewoon daar. U kunt gewoon wisselen, er ligt daar ook wat wisselgeld. Wij vertrouwen u blind. Deze keer is het thema van de avond de strijd tegen kanker. Waar staan we? Zijn er veelbelovende behandelingen in opmars? En straks zal er een panel van wetenschappers naar voren komen. En ik hoop hen de vragen te stellen die bij u leven. Maar mocht dat nou niet zo zijn, dan hoeft u niet meteen tomaten te gaan gooien. Want er zullen op verschillende momenten tijdens de voorstelling kan er een microfoon de zaal in. En dan kunt u zelf de vragen stellen die u wilt stellen. En het is om twee redenen belangrijk om te wachten op die microfoon. Dat is 1, zodat de andere mensen in de zaal u goed kunnen verstaan. En 2, omdat de kijkers thuis u dan ook goed kunnen verstaan. Want u voelt het misschien niet, maar u wordt op dit moment gelivestreamd op de website van de Bali. Dan is er nog voor mij een noviteit, maar u ziet een kaartje, een soort scheurkaartje heeft u aan het begin gekregen. Daarop kunt u in de loop van de voorstelling zo scheuren van wat u ervan vond, hoe u het Kenniscafé hebt leren kennen en dat soort dingen. En mocht u nou denken van, ja, ik wil graag nog iets zeggen wat ik niet kwijt kan in de scheuropties, bijvoorbeeld gasten fantastisch, presentator waardeloos, dan kunt u een pen pakken en dat op de achterkant nog even invullen. En dan kunt u die aan het einde daar op de tafel neerleggen. Voordat we aftrappen ben ik eerst even nieuwsgierig wie u bent. Mag ik even handen zien? Wie is er student? Een paar, ja. Wie doet zelf iets beroepsmatig tegen de strijd tegen kanker? Kijk, dat zijn er al een stuk meer. Ja, dan ben ik toch even nieuwsgierig. Is er al een microfoon paraat? Wat doet deze mevrouw hier bijvoorbeeld? Daar komt de microfoon aan, hoor. Ja, met een gekleurde blouse daar. Ja. Dan hebben we een regel. Ik geef hem niet uit handen. Dat wordt nog een fijne klim. Ik werk als arts op de spoed. Op arts op de spoed? Ja. Oké. En ik zag nog meer handen bij mensen die beroepsmatig iets doen. Ik daar helemaal achterin, een meneer. Brandt daar links achterin. Ja. Ik verzeker de diagnose kanker. U verzekert en dan nog een keer? De diagnose kanker. De diagnose kanker, ja, oké. Hoe verzeker je de diagnose kanker? Om je vooraf te verzekeren van een vaste uitkering. Ja, op zo'n manier. Oké, dan snap ik hem. Ja. En ik ben ook even nieuwsgierig. Wie denkt van, nou, wetenschappers zijn tegenwoordig zo slim. Over 20 jaar hoeven de meeste mensen bij de diagnose kanker daar niet meer aan dood te gaan. Handen omhoog. Ja, oké. En wie denkt, wetenschappers zijn dan wel heel slim, maar kanker krijgen we de wereld nooit uit. Ja, dat zijn er toch ook wel heel veel. We gaan zo horen hoe onze wetenschappers hierover denken. Maar voordat ons panel van wetenschappers naar voren komt, beginnen we hier altijd met een openingscolumn. En die wordt verzorgd door Ans Hekkenberg. Ze studeerde natuur- en sterrenkunde, twittert onder de naam @girlforscience en is nu wetenschapsredacteur bij New Scientist. Hier is Ans Hekkenberg. Mijn oma's bed stond in de woonkamer. De volwassenen waren aan het praten over iets belangrijks, denk ik. Maar ik luisterde niet mee, want ik was 5 en ik had alleen maar aandacht voor het bed. Ik wilde ook wel een bed in de woonkamer, had ik zo bedacht. En dan hup, al mijn knuffels mee in bed en dan samen vanuit het bed tv kijken. Dat leek me mooi. Liefst naar de Smurven. Een pyjamafeestje zonder einde, net als oma. Dat wilde ik wel. Maar oma's pyjamafeestje eindigde een paar weken later. Ze was dood, vertelde papa en mama ons. Zij huilde, dus wij huilden. Maar ik was klein en ik snapte het eigenlijk niet goed. Oma had een piepje in haar hoofd gehoord. Daarom kwam de dokter. Maar een hersentumor? Ik kende dat woord niet eens.
Om eerlijk te zijn herinner ik me niet heel erg veel van deze tijd. Behalve dan dat bed in de woonkamer. Die verdween na oma's dood. Samen met mijn pyjamafeestfantasieën. Mijn oma, die miste ik later pas. Het was jaren later toen ik leerde over kanker. En pas toen koppelde ik die woorden, hersentumor, kanker, aan mijn oma. Daarom dat piepje en daarom de dokter. En daarom dat bed. Het woord kanker kreeg voor het eerst in mijn leven betekenis. En ook gewicht. Met de jaren begon dat gewicht te groeien. Mensen om me heen vertelden over vaders, vrienden, zussen die eraan stierven. En zo werd het woord elk jaar een stukje zwaarder. Het gewicht nam toe met elk knobbeltje in de borst, met elk plasprobleem, met elke verdachte pigmentvlek. Met elke opengescheurde envelop van het bevolkingsonderzoek en de te lange stilte die volgde na het lezen van de brief. Iedereen kende wel iemand die, of was iemand die, en het gewicht groeide. Onverbiddelijk. Alleen de wetenschap kan het tij keren. Biomedici leren steeds beter hoe we ons eigen lichaam ten strijde kunnen laten trekken tegen de ziekte. We zetten steeds kleine stapjes vooruit, naar een oplossing en naar een medicijn. Het lastige is, elk klein stapje vooruit krijgt zijn eigen krantenkop. En dat is ook logisch, omdat het gewicht van het woord steeds toeneemt, snakken we naar goed nieuws. Maar al die krantenkoppen hebben ook weer een keerzijde. Want van buitenstaanders lijkt het soms een never-ending story. Elke week is er wel weer iets nieuws te melden over kankeronderzoek. Maar wat hebben we daar nou echt aan? Leuk dat genetisch gemodificeerde kippen eieren leggen met kankermedicijn, een recente krantenkop. Maar hadden die eieren mijn oma kunnen redden? Toch blijf ik optimistisch. Niet om wat de krantenkoppen roepen, ik bedoel rot op met je kippen, maar omdat er krantenkoppen zijn. Ik besef me dat er echter elk nieuwsartikel een berg wetenschappers schuilt die onvermoeid doorklust aan dat medicijn. Een leger van slimmerikken die kanker te lijf gaat. Een leger zou geen hopeloze missie aannemen. Je zou niet met zulke toewijding werken aan een uitzichtloos project. Kanker zal dus getemd worden. Degraderen van genadeloze killer tot chronische ziekte. Zolang zij erin geloven, geloof ik erin. Dat pyjamafeestje zonder eiden, dat komt eraan. Dankjewel, Ant. Dan wil ik nu graag onze vier wetenschappers naar voren roepen. Dat is Hanneke van Laarhoven, Wanda de Kanter, Marco van Vulpen en Christian Blank. Applaus. Begin ik even hier. Marco van Vulpen, hoogleraar radiotherapie en medisch directeur van het Holland Protonentherapiecentrum. Voor de mensen die denken, Holland wat? Wat betekent dat, Holland Protonentherapiecentrum? Straling gebeurt bij veel patiënten in Nederland. 60%... Wacht, de microfoon moet hier nog even nummer aan. Nummer 6 heb ik. Kijk. Ja, nu hoor ik hem. Holland Protonentherapiecentrum, wat is dat? Ja. Bestraling gebeurt bij 60% van alle patiënten die ergens in hun leven kanker krijgen. Vaak is dat niet alleen bestraling, zijn er ook nog andere behandelingen bij, zoals opereren of chemotherapie. En die bestraling gebeurt normaal gesproken met fotonen. Dat is hetzelfde eigenlijk als lichtdeeltjes. En om daar raak te stralen, moet je van heel veel kanten bestralen. Om het, laten we zeggen, het brandpunt in het midden te hebben. Vandaar ook dat het omliggende weefsel ook stralen een stukje krijgt. Bij protonen, dat werkt als een soort van dieptebommetje. Die kan je maken met een deeltjesversneller, net als in het CERN staat. CERN, dat is die grote ring in Genève waar ze precies met de deeltjesversneller deeltjes aan het rondrijden. Die kan je ook in het klein maken. Ja. En met die protonen, als je die op het lichaam afvuurt, die hebben de eigenschap dat ze in het lichaam, precies op de plek waar je ze zou willen hebben, kunnen exploderen. Het is fysisch niet helemaal correct, maar dat betekent dat ze daar lokaal de energie afgeven. En achter waar die explosie tussen haakjes is, sorry voor het woord explosie, daar komt helemaal geen enkele straling. Dus vooral voor jonge mensen met een goede levensverwachting hoop je daarmee veel minder bijwerkingen te krijgen. En kan je daarmee zorgen dat ze nog aan de maatschappij kunnen meedoen. Want dat gezonde weefsel beschadigen, wat dan soms gebeurt bij therapie, dat is dus wel... Dat gaat dus vaak mis. Ja, zeker. Ja, ja. Bij bestraling heb je bijwerkingen. Eigenlijk bij alle vormen van behandeling. Ja. En dat wisselt heel erg bij sommige behandelingen voor kanker.
Daarbij kan je krijgen dat mensen totaal niet meer kunnen werken of niet meer aan de maatschappij kunnen meedoen. Sommige bijwerkingen zijn relatief mild, vinden wij dokters dan. Maar waarbij patiënten soms zeggen van ik vind het wel heel vervelend dat ik dat heb. Ja. Dus wat dat betreft, bijwerkingen bij bestralingsbehandeling of bij sowieso kankerbehandelingen zijn wel een punt van aandacht. Ja. En dit is dus een poging om te verzorgen dat die bijwerkingen van de behandeling, dat je daar veel minder last van hebt. Ja. Precies, ja. Ja. Okay. Ja, het enige, protonentherapie is erg duur. De investering is 100 miljoen euro. En dat hebben we als maatschappij zo voor één centrum, niet voor één patiënt, neem ik aan. Voor één centrum. Ja, ja. En de vraag is wel een beetje van, hoeveel bewijs heb je nou dat dat zo'n centrum ook qua het verminderen van de bijwerkingen, hoeveel is dat ons als maatschappij waard? Ja. En daar is best wel veel debat over. En ik denk daarom dat voor protonencentra het van belang is om te gaan bewijzen of aan te tonen, wat is de waarde nou van die minder bijwerkingen? Ja. En wat is dat ons als maatschappij waard? En dan een heel ingewikkeld onderwerp. Ja. En naast jou zit Hanneke van Laarhoven, hoogleraar translationele oncologie. Wat betekent dat? Het is een boel tekst. Het is zelfs translationele medische oncologie. Oké, ja. Wat betekent dat medische? Nou, dat betekent dat ik niet straal en ik opereer ook niet, maar ik werk met medicijnen. Ja. Chemotherapie is het meest bekend, maar wat we in de filmpjes ook al langs zijn gekomen, er zijn allerlei andere verschillende mogelijkheden om kanker aan te pakken met medicijnen. Dat is wat ik doe. Mm-hmm. En het translationele betekent dat ik dat doe met hulp van allerlei andere wetenschappers. Het meest bekend zijn de wetenschappers in het lab. Ook daar zag je van alles over in het filmpje. Allerlei verschillende manieren waarop we de biologie van kanker proberen te begrijpen en op die manier kanker onder de duim kunnen krijgen. Maar er zijn ook hele andere wetenschappers die je nodig hebt voor het omgaan met patiënten met kanker. Bijvoorbeeld psychologen, geestelijk verzorgers, kunstenaars, misschien niet helemaal wetenschappers, maar wel hele belangrijke, of althans mensen die belangrijk zouden kunnen zijn in het omgaan met kanker. En jij hebt zelf ook een hele multidisciplinaire achtergrond, want jij bent ook gepromoveerd in de religiewetenschappen. Hoe gebruik je dat in je dagelijkse praktijk? Op twee manieren. De eerste manier is wat meer zichtbaar, namelijk in het onderzoek wat ik doe. Mm-hmm. Ik doe onderzoek samen met wetenschappers van de faculteit van filosofie, theologie en religiewetenschappen in Nijmegen. Ook hier in Amsterdam trouwens. Ja. Daar begeleiden we samen promovendi die onderzoek doen naar, nou, bijvoorbeeld die ervaring van het krijgen van kanker. Wat dat met je doet, wat dat betekent voor je leven en hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Dat is de meest expliciete manier. Ja, en impliciet speelt het ongetwijfeld een rol in de manier waarop ik dokter in de spreekkamer ben. Ja. Dat wordt vervolgens wat diffuus, want daar spelen natuurlijk allerlei verschillende dingen een rol bij hoe ik dokter in de spreekkamer ben. Maar ik denk dat daar de achtergrond in de theologie en de religiewetenschappen zeker bij helpt, omdat we toch ondanks alle vooruitgang die er is binnen de oncologie, toch ook nog heel vaak tegen mensen moeten zeggen, deze diagnose betekent dat u aan de ziekte gaat overlijden. Ja. En dat roept allerlei vragen op. Grote levensvragen waar ik zeker geen antwoord op heb. Maar bij de vragen kunnen we wel stilstaan. Ja, en dan schrik je net wat minder van die vragen als je al religiewetenschap hebt gestudeerd. Zo wellicht. Ja, ja. Dan Wanda de Kanter, longarts bij het Antonie van Leeuwenhoek. Bekend strijder tegen de tabaksindustrie. Die probeert ze zelfs voor de rechter te slepen, tabaksfabrikanten. Nou was er een moment in uw leven waarbij u dacht van, ik kan wel alleen patiënten behandelen met longkanker, maar ik wil ook iets doen om te voorkomen dat ze het überhaupt krijgen. Was dat een moment? Is dat langzaam gegaan? Hoe ging dat? Nee, dat is heel erg langzaam gegaan. Ik rookte zelf. Ja. En ondanks, ik ben bijna 30 jaar longarts en ja, bijna iedereen die ziek is geworden door roken komt bij mij, zeg maar. En dat maakt voor mij helemaal geen verschil. Ik zag helemaal niet zo de relatie met roken, want ik rookte zelf. Mm-hmm. Pas toen mijn dochter mij betrapte op roken, dat ik echt dacht, ik wil, hoe kan je nou mijn moeder zijn als je rookt? Dan wil je dus niet dan wil je dus eigenlijk niet leven. Voor haar stond roken heel erg gelijk aan de dood. En toen wist ik dat ik echt een probleem had en dat ik moest stoppen. En toen ben ik eerst een boek gaan schrijven, samen met een collega. En dacht ik, nou, dan hebben we een boek. Dat liep heel goed, maar niemand stopte natuurlijk toch uiteindelijk. Toen zijn we nog een boek gaan schrijven over motiverende gespreksvoering. Nou, dan gaven we training in, lezingen in.
Maar het grappige was dat je er ook achter kwam dat ik er heel weinig vanaf wist van het begin. En andere medische specialisten en artsen ook heel weinig vanaf wist. Toen kwam ik erachter. Toen van ik de zelf, werking van tabak. Van de en, werking van ja. tabak en dat het 30% van alle kankersterfte in Nederland veroorzaakt. He, dus 16 soorten kanker zijn een gevolg van roken. Niet altijd even grote relatie, maar toch heel veel. Mm-hmm. En dat weet bijna niemand. Mensen denken longkanker, maar niet aan andere soorten kanker. Want wat is nog een typische andere vorm van kanker? Nou, die keelkanker, ja. slokdarmkanker, alvleesklierkanker, blaaskanker. De helft van alle blaaskankers komt door roken. En het moeilijke is dat je dat dus niet ziet, niet weet. Er zijn geen campagnes eigenlijk over. En op het moment dat ik dat boek ging schrijven, toen kwamen we erachter dat wij er zelf niets van af wisten. Niet hoe verslaving werkte. Wij dachten ook, het is eigen keus. Ik bepaal het zelf. Ja. Nou, dit is een heel langzaam proces geweest. Maar op het moment, dan heeft Cruijff zo gelijk. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Als je het dan ziet, hoe kan het zijn als het zo moeilijk is om te stoppen? Als het zo verslavend is. In de range van heroïne, cocaïne, gewoon op dat niveau. En het is op elke straathoek voor een paar euro te koop. Dus wat wij allemaal doen, 30% van wat we allemaal doen. En het is zo erg om dood te gaan aan kanker, om kanker te hebben. He, misschien leven we langer fantastisch. He, natuurlijk immuuntherapie, gerichte behandeling. Maar ondertussen gaan elke dag weer 75 kinderen beginnen met roken. Daar gaan 2 van de 3 aan dood door het roken. En het is niemand die het ziet en niemand die het eigenlijk weet. En ik weet van mezelf hoe weinig ik er vanaf wist. En wat nog erger is, dat sommigen zelfs oncologen zeggen, ja, mijn familielid is overleden aan longkanker, het was wel de eigen schuld. Dan zeg ik, ja, maar hoe kan je dat nou zeggen? Als je op je 14e verslaafd wordt gemaakt, onder de groepsdruk, terwijl het voor een paar euro te koop is op elke hoek, hoe kan jij dan zeggen dat jij jouw kanker op je 40e, en mijn nichtje overleed op de 40e aan kanker, wij begonnen allebei op ons 11e, 12e te roken, zij is dood, ik kan net zo goed ook doodgaan. En dan moet ik dan de schuld krijgen van het feit dat ik verslaafd ben geraakt. Ik vind het echt zo oneerlijk. En dat voedt heel erg de strijd. En ik merk ook aan patiënten in het Antonie van Leeuwenhoek dat mensen ook gebaat zijn erbij. Omdat dat schuldgevoel daardoor gewoon minder wordt. Want soms zeggen families ook, je hebt het zelf gedaan. Maar wat betekent dat als je al zo ziek bent en je moet nog al die behandelingen krijgen. Dat iedereen nog zegt van, je hebt het zelf gedaan ook nog. Ja. En dus dat is een neveneffect ook van de strafzaak tegen de tabaksindustrie. Dat mensen zeggen, ja, de schuld ligt echt bij de tabaksindustrie en de overheid die het faciliteert omdat ze er zoveel accijns aan verdienen. Oké, helder. Christiaan Blank, hoogleraar moleculaire oncologie en immunologie bij het NKI. Op wat voor type kankers richt u zich? Ik richt me momenteel met name op melanoom en niercelcarcinoom. Melanoom is huidkanker, toch? Ja. En de reden waarom dat is, omdat dat is een beetje de modeltumor voor immunotherapie. En ik kom uit de immunologie. En geloof al heel lang dat we ons eigen immuunsysteem aansterken kunnen, dat we daarmee kankercellen bestrijden kunnen. En dat is so de Starttumor geweest ook, waar bijvoorbeeld diese Checkpoint-Inhibitoren, dat zijn kleine Molekülen, die Minsignalen, die de Kanker tegen het Immuunsystem kann aussenden, unterbrechen kann. Und dadurch kann das Immunsystem wieder angestärkt worden, um den Kanker anzugreifen. Das ist als erste eigentlich so in den Melanomen ausgesucht worden und das kommt nun breit in alle verschillenden Kankers eigentlich an. Ja. En bij ons immuunsysteem, dan denk ik aan van, nou ja, als ik een verkoudheid heb en dan heb ik een tijdje keelpijn en dan moet ik hoesten en op een gegeven moment heeft het immuunsysteem door van, nou ja, daar is iets wat er niet thuis hoort en dan, nou ja, zoals ik het aan mijn kinderen vertel, dan komen er allemaal soldaatjes in je lichaam en die werken dat eruit. Waarom lukt die soldaatjes dat niet bij kanker? Ja, dat wisselt. Het lukt bij bepaalde kankers al heel goed. Bij melanoom denk ik dat we inmiddels bij zo'n 3/4 van de patiënten zijn. Maar bij andere kankers, bijvoorbeeld prostaat of afvleesklierkanker, lukt het eigenlijk nog überhaupt niet. Ja? En maar dan moet het in mijn immuunsysteem geholpen worden, toch? Ja, ja. Met het helpen. Ja. Also ja. Ik maak mijn patiënten eigenlijk zelfs wat u zegt, een griep. Ja. Waar we het immuunsysteem sterk activeren. Mm-hmm. En dan lukt het bij huidkanker relatief goed dat aan te grijpen. Maar we zijn nu op zoek om te begrijpen waarom het bij de ene kanker toch relatief goed lukt en bij de andere heel moeilijk is. Ja? Ja. Daar staan we nog aan het begin. En gewoon even heel, heel plastisch, stel ik zou huidkanker hebben. Wat doet u dan precies met mijn immuunsysteem zodat dat de huidkanker te lijf gaat? Oké, ten eerste, als u een plek hebt, dat wordt door de dermatoloog
uitgesneden. Daar zijn de meeste patiënten daarmee ook genezen. Ja. Ja. Als het dan bij een kleine groep van patiënten helaas oud zijn, na de klieren of nog verder, dan kom ik als medisch oncoloog into play. En wat we doen is met deze checkpoint-remmers, we geven de patiënten in bepaalde afstanden in füßen van deze kleine Eiwitten, die Schrakelers blockieren. Mhm. En daardoor krijgt de patiënt een stärkere Aktivatie von het Immunsystem und krijgt auch Beiwerkungen, so als u Griep könnte haben, mit Kurz. Als het heel sterk aktiviert ist, dann selbst, dass die Immunzellen auch Eichenorganen angreifen. Dann moeten we het weer onderdrücken. Ja. Ja, okay. Dat is zo de behandeling. En we hadden hier net al even de vraag die ik aan het publiek stelde. Zo van, gaan we kanker ooit de wereld uithelpen? Of hoe denken jullie daarover? Zeggen jullie van, nou, dat moet toch wel eens een keertje lukken? Of zeggen jullie volslagen kansloos? Zeg maar, wie wil. Ik heb de vraag gesteld aan Piet Borst. En hij is 80 jaar, werkt nog steeds fulltime met NKI Antonie van Leeuwenhoek. Ja. Omdat je natuurlijk verwacht, en hij heeft 50 jaar lang research gedaan en onderzoek gevolgd. En zei, wat is jouw antwoord op deze hele ingewikkelde vraag? Ja. Zei die, vroeger zeiden we dat wel eens kanker de wereld uit. Maar we kunnen sowieso niet gaan voorkomen dat mensen kanker krijgen. En we kunnen het gewoon helemaal niet voorspellen. We hebben zo vaak gedacht wat we er waren. Maar we weten nog steeds niet waarom een kankercel nou ongevoelig wordt voor de behandeling. We weten nog steeds niet de parameters waarop we kunnen voorspellen wie wel gevoelig is en wie niet. We zeiden, we kunnen echt niet in die glazen bol kijken. We kunnen het niet zeggen welke termijn. Ja. Maar goed, dat is... Ja, en ook de kanker de wereld uit. Er is niet maar één kanker. Ja. Een verzamelnaam voor allerlei... En, wat je net al heel terecht zei, bij melanoom en niercelkanker... lijkt die immunotherapie best redelijk zijn werk te doen. Ook nog niet bij iedereen, maar goed, gaat best goed. Ja, er zijn andere vormen van kanker. Nou, alvleesklierkanker is er één van. Maar ook bijvoorbeeld bij slokdarmkanker... Ja, daar gaat het nog helemaal niet zo goed. En wat we steeds meer en beter leren... is dat zelfs slokdarmkanker of alvleesklierkanker... of nou, noem het maar op, ook dat is niet maar één kanker. Daar heb je weer allerlei subsoorten van. Dus ja, ik ben er best van overtuigd dat het zal lukken... om sommige vormen van kanker heel erg goed de kop in te drukken. Dat we een kankervrije wereld krijgen... ik denk niet dat ik het mee ga maken. Nee. En is het nou zo dat, wat zorgt ervoor dat een kanker relatief makkelijk te behandelen is en een andere vorm van kanker juist helemaal niet? Wat is er dan met die tumor aan de hand? Valt dat uit te leggen? Nou ja, wat zal ik zeggen? 10 jaar geleden was melanoom een van de kankers waar iedereen heel, heel ongelukkig bij keek. Mm-hmm. Ja, en met dank aan de immunotherapie... wil je nog steeds geen melanoom hebben, maar ziet de prognose er wel echt anders uit. Dus het is echt de vooruitgang van inzicht in de biologie van kanker, of van dit subtype van kanker, die vervolgens zorgt dat je een stap vooruit kunt maken. Ja. Hoeveel procent van de mensen die melanoomkanker heeft, kan hierdoor geholpen worden? Hebben we het dan over 1%? 80%? Nee. En het is, als je dat naar de vroege fase van, als het vroeg uitgezaaid brengt, dat noemen we stadium 3, en daar al begint met de immunotherapie, dan zou ik zeggen in het bereik van 70-80% dat het bij deze patiënten werkt. En dat die ook, we hebben natuurlijk nog geen 10-jaar-starter, maar we zijn nu bij zo'n 3-jaar-starter, dat het daar ook duurzaam weg blijft. Dat is het attractieve bij immunotherapie. Dat je dan in ieder geval 3 jaar het kwijt bent. Ja, ja. En voor deze patiënten zou ik ook durven dat ze een hoge waarschijnlijkheid hebben dat ze ook over 10 jaren tumorvrij blijven. Ja. Maar harde data, dat zijn wetenschappers, dat hebben we natuurlijk pas over 7 jaren. U had gevraagd waarom werkt het bij één meer of niet. En kanker is ja altijd een verandering van de DNA, dat zijn genetische veranderingen. Mm-hmm. En bij de immuuntherapie weten we dat patiënten die heel veel veranderingen in hun DNA hebben, die kunnen natuurlijk vaker ook die kankercellen eiwitten maken die vreemd uitzien. En ons immuunsysteem is ja eigenlijk niet gemaakt om kanker aan te grijpen. Het is eigenlijk gemaakt om bacteriën bijvoorbeeld aan te vallen. En dat is natuurlijk vreemd voor het lichaam. En de vreemder een cel uitziet, een kankercel, de makkelijker heeft het immuunsysteem die te vinden. Ja. Dus een kanker die veel... Omdat ze gemakkelijk te herkennen zijn. Voor die veel genetische veranderingen hebben, die zijn makkelijker te herkennen. Daar kunnen we makkelijker helpen. Ja.
Misschien om daar nog iets op aan te vullen. We hebben het over kankercellen en we hebben het over immuuncellen. Maar het hele bijzondere aan kanker is dat dat voor een groot deel helemaal niet bestaat uit kankercellen. Maar vooral dat klinkt heel wonderlijk klinkt. Kanker bestaat niet uit kankercellen. Ja, leg uit. Wat je namelijk ziet is dat er in zo'n tumor, een gezwel, dat daar inderdaad kankercellen in zitten. Maar daaromheen zitten allerlei verschillende soorten steuncellen. Ja. En die steuncellen, dat zijn niet alleen maar cellen die daar een beetje die kanker zitten te steunen. Maar die maken ook allerlei stofjes. En er is allerlei communicatie tussen die kankercellen en die steuncellen. En wat we steeds beter begrijpen is dat de ene steuncel is de andere niet. En tot nu toe richten we ons in de behandeling van kanker met name op die kankercellen. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat, net zoals we nu weten dat we iets moeten met de immuuncellen, ja, dat we ook iets moeten met die steuncellen. En dat we sommige steuncellen moeten proberen weg te krijgen, terwijl we andere steuncellen moeten stimuleren omdat die de kanker mooi op zijn plek houden. Is kennis van de afgelopen 3-4 jaar. Dus dat tumorcellen ook nog een soort hulptroepen hebben die het leven nog moeilijker maken. Ja. Om het nog complexer te maken is het zelf dat het immuunsysteem soms helpt dat die kankercellen beschermd worden tegen andere immuuncellen. Een immuuncel is ja niet diezelfde. Dus we hebben heel veel ondergroepen van immuuncellen. En naast bijvoorbeeld bindweefsel of bloedvaatjes, de tumor is eigenlijk een echte orgaan wat daar ontstaat, zijn natuurlijk immuuncellen daarin. En er zijn ook immuuncellen die helpen dat immuunsysteem te onderdrukken. En dat misbruiken ook kankercellen. Ja. Dus dat maakt het echt complex, eigenlijk een netwerk van interacties. Waar de kankercel aan het eind een beetje goed speelt met so signaalstoffen, om dat te overleven. Ja. Ja. En bijvoorbeeld dat, als ik het sentiment goed opvat, zo van kanker krijgen we niet even 1, 2, 3 de wereld uit. De mensheid voert natuurlijk al een hele lange strijd tegen kanker. En dat lijkt me een mooi bruggetje om even onze volgende spreker aan te kondigen. Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Twan Pieters, die dook voor ons in de geschiedenis van kankerbehandelingen. En hij gaat ons een flitscollege geven. Hier is Twan Pieters. Oh, Ja, dames en heren. Helaas, ik heb geen prettig verhaal voor u, want ik kan meteen beginnen. De strijd tegen kanker was nooit een triomftocht en is geen triomftocht en wordt het ook nooit. Want de vijand is, zoals u net heeft gezien, enorm, zou je kunnen zeggen, inventief. Net als bacteriën en virussen, ze veranderen. En op het moment dat wij daar denken controle op te hebben, en Piet Borst gaf het onlangs aan, maar ook 12 jaar geleden, zei Piet Borst hetzelfde. Ik zie dat moment dat kanker de wereld uit is, niet voor me. En wie zien dat wel voor hun? Dat zijn natuurlijk mensen met een politieke achtergrond. Ik druk hierop, maar daar gebeurt niks. Even kijken hoe dat kan. Even kijken, dat heb ik waarschijnlijk. Ja. Dus dit soort teksten, de strijd is bijna gewonnen. Die worden gevoed door, zou je kunnen zeggen, de behoefte van politici om met goed nieuws te komen. Want hoe mooi is het? Belofte, hoop. En daar zit ook iets in, want met belofte en hoop, dames en heren, stimuleren we ook weer innovatie. Dus en die teleurstelling dat het toch allemaal niet zo mooi uitzag als we hadden gehoopt, die blijft er dan in zitten. En dan krijgen we opnieuw weer een nieuwe cyclus van belofte, hoop en teleurstelling. En dat zit eigenlijk al eeuwen zo. Dit was natuurlijk een heel mooi moment. U kent de heren nog waarschijnlijk. Clinton en Blair, die deden natuurlijk heel vaak aan beloften die ze niet nakwamen. Of starten oorlogen waar we nu nog last van hebben. Wat zij in 2000 deden, was het presenteren van het menselijk genoom. Dat was toen helemaal nieuw. We konden het menselijk genoom lezen. Alle cijfertjes waren bekend en... Ja, dan hebben we natuurlijk binnen de kortste keren, zei Clinton, dan hebben we alleen maar nog het sterrenbeeldkanker. En voor de rest is het de wereld uit. Dat hebben we inderdaad gezien. Maar hij heeft een illustere voorganger die ook heel erg hield van beloftes. En daar zien we hem met
glimlachend in 1971 nog, want Watergate is er nog niet. Maar Nixon die is die War on Cancer gestart. En dat loog er niet om, want de miljoenen, en dan heb ik het over de honderden miljoen, want echt de kankerindustrie, zou je kunnen zeggen, kreeg echt de impetus, de steun in de rug van Nixon. En daarna is het big business geworden. Misschien van u weet het nog wel, die gestart zijn met een medische opleiding in de jaren 60, 70. Nou, oncoloog worden, nou dat was nou iets voor mensen die echt geen zin meer erin hadden, want dan, ja, dan ging je zorgen voor mensen die dood gingen. Nee, daar kon je geen carrière mee maken. En al zeker niet echt op die hoogste treden van de medische ladder arriveren. Nou, hoe anders is het nu? In 2019, want als je echt carrière wil maken, dan is die oncologie tegenwoordig spannend. Daar gebeuren dingen. Daar gaat het geld in om. Daar zijn de trials. Daar kun je publiceren. Dus totaal ander speelveld dan 30 jaar geleden. De kankerbusfondsen. Daar heb ik dat ook. Die met die prachtige metafoor van de krab. En dan die strijdmetafoor. De dolk erin. Dus het zwaard erin. We gaan die vijand verslaan en daar hebben we geld voor nodig. En dan heb je natuurlijk de kankerbus. Tegenwoordig komen ze dan niet meer met de bus altijd. Dan wordt uw pasje gevraagd. Maar in principe, die bus die klinkt nog bij iedereen door in de oren. En ja, dan komt die voor de deur. Natuurlijk geef je. Want ja, kanker, wie zou daar niet voor geven? En dan gaan we toch nog weer een beetje terug in de tijd, om u ook een indruk te geven. Hoe ging dat, zeg maar, in de 19e eeuw bij het opereren? Ik heb maar die tekening van nog verder terug, dat er echt weggebrand werd. Want vrouwen, en met name borstkanker, in een vroege fase die zich kan ontwikkelen, dat is eigenlijk, borstkanker was het meest zichtbaar van de kankersoorten in de vroegere periode. En dan was je als vrouw toch echt behoorlijk werd je gemutileerd. En zeker, in eerste instantie was dat niet een hele radicale operatie. Die is pas eind 19e eeuw erin gekomen. Dat is Halstead-operatie. En dus echt rigoureus de borsten verwijderen met de klieren, et cetera. En die is heel populair, was die toen. Met alle gevolgen van dien, van vrouwen die echt daar heel zwaar mishandeld uitkwamen, met allerlei bijwerkingen. En wat heel apart is in de geschiedenis, is eigenlijk op het moment dat we met erfelijkheid weer aan de gang gingen, want het is heel lang eruit geweest. Dat is ook heel erg grappig en heel raar ook. Je mocht in de jaren 20 en 30 niet praten over kanker is erfelijk. Want dan kwam niemand zich meer presenteren. Ja, erfelijk, dat was een stigma, daar was een taboe op. Dan kwamen mensen zich niet presenteren, dus stel niet uit, kom naar de dokter, werd negatief beïnvloed volgens de artsen als ze erfelijkheid daaraan gekoppeld werd. Hoe anders is het nu? Wij zijn gewoon gewend aan DNA-testen, et cetera. Dus die ook dat speelveld verandert, die context verandert. En dat maakt ook deze hele ontwikkeling zo spannend. Als u kijkt naar de verschillende, en dan hebben we het dus over de modaliteiten of de manieren om kanker weg te halen. De surgery, dus gewoon met het mes, met de straling. Daar vervolgens komt de chemotherapie en dan zitten we ongeveer in de jaren 50, 60. Dan hebben we drie methodes om kanker weg te halen. En dan gaan we naar de jaren 80, 90, komt de immunotherapie. Langzaam opzetten en vervolgens steeds meer geraffineerdere, zou je kunnen zeggen, soort magic bullets, wonderkogels, die dan direct op het doel afgaan. En helpt dat de kanker de wereld uit? Nou nee. En wat wel heel erg apart is, het is geen triomf, maar er is wel vooruitgang. Maar iedere vooruitgang komt, daar zit een prijskaartje aan, dames en heren. Het is zoals het is. En dat prijskaartje, dat noem ik toch maar even de horizon van palliatie 2.0. U hebt kanker en u weet niet meer, en de huisarts weet ook niet meer, of u nou het
echt een goede loodje heeft getrokken of een slecht loodje hebt. Hoe lang u nog kunt overleven. He, want er werd net ook al gezegd van die overlevingstijd die gaat toenemen. Alleen weten we niet precies wie de beste kansen heeft. En dus dan blijft het ook voor een arts wordt het behoorlijk lastig om daarop te reageren. Laat staan de familie. Wat moet je nou met iemand die kanker heeft, waarvan iedereen zegt, mijn man of vrouw of mijn kind heeft kanker. Maar ja, er is niets zichtbaar meer op de scan. Toch zegt de dokter, maar u heeft nog kanker. Dat legt een hypotheek ook op gezinsleven. En om dat nog eens een keer heel goed te illustreren, dit is echt een heldin, Annemarie van Veen, die is vorige week overleden. Wanda gaf al aan, die heeft ook samen met haar is opgetrokken tegen de tabaksindustrie. Dus ze verdiende ook echt om hier nog eens een keer heel duidelijk in het zonnetje gezet te worden. En zij is typisch een voorbeeld. Ik sprak haar 3 jaar geleden, hebben we een film voor een congres gemaakt, over haar strijd tegen de kanker. Ze had een totaal uitgezaaide longcarcinoom. En ze was in de gelukkige omstandigheid, heeft ze voor gevochten om mee te doen in een trial in Groningen. En de kanker verdween echt letterlijk helemaal uit haar lichaam. De scans waren helemaal schoon. Het was echt een wonder. En toch zei ze, ik ben niet genezen. Wanneer het terugkomt, weet ik niet. Ik heb extra tijd gekregen. En dat legde voor haar en haar gezin een enorme hypotheek. Want eigenlijk leek het of ze voortdurend toch weer dood kon gaan. Dat is voor gezinnen echt best wel een. En jij zei niet zomaar. We zijn naar de theologiefaculteit in Nijmegen. Want dit zijn hele. Ja, je zou bijna kunnen zeggen cruciale en ook fundamentele vragen over het leven. Hoe moet je het leven leven als je kanker hebt en samen met je dierbaren? Hoe ga je dat aan? En ook veel belangrijker nog. Ja, maar u bent toch niet meer ziek? U kunt toch gewoon gaan werken? Ja, gewoon. Wat is dan gewoon? Dank u voor de aandacht. Dank je wel. Dank je wel, Twan Pieters. Ik wil even naar de nieuwe behandelingen, de protonentherapie. Wie komt daar nou voor in aanmerking? Want als ik zou zeggen van, nou ja, als je heel precies de tumor kan raken zonder omliggend weefsel te raken, dan zou ik zeggen, nou, dat klinkt beter dan de gewone bestraling. Laten we dat voor iedereen doen. Nou, omdat protonentherapie zoveel geld kost, althans de investering is heel groot, is het zo dat de overheid een limiet heeft gesteld van het aantal patiënten dat deze behandeling mag krijgen. En vandaar dat we als gezamenlijke oncologiegemeenschap in Nederland ervoor kiezen om ons te richten op bepaalde kankersoorten. En dan praat je vooral over kwaadaardige ziekten van jonge mensen met relatief vriendelijkere kankers, als ik dat mag zeggen. Met relatief lange levensverwachting, zodat die nog zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. En daar wat is een vriendelijke kanker? Nou, je hebt bijvoorbeeld vormen van hersenkanker, zoals het laaggradig glioom. Dat is een ziekte waar je in principe niet op hele korte termijn al zal overlijden. En waarvan de gemiddelde overleving vaker wel 20 of 30 jaar is. Ja, ja. Als je daar een behandeling op kan doen waardoor mensen genezen dan wel nog langer uitstel hebt. Dan zorg je voor de maatschappij dat iemand langer aan de maatschappij zou kunnen deelnemen. Je zegt ervan, er hangt een behoorlijk prijskaartje aan die protonentherapie. Worden daar dan ook gewoon een soort economisch-ethische keuzes gemaakt? Zo van, ja, ik ben bang van wel, ja. Jonge moeder, jonge vader met nog zoveel jaren in het arbeidsproces te gaan versus iemand van 80 met pensioen? Dat is heel actueel in de zorg op dit moment. Het Zorginstituut Nederland, maar ook NZA, die zijn bezig met debatten over als nou de hele gezondheidszorg één pakket is aan financiering en je gaat een innovatie van of een nieuwe medicijn of een nieuwe interventie inbrengen, bijvoorbeeld protonentherapie van 100 miljoen euro, dan zou je uit het pakket wat je aanbiedt aan de andere kant ook ergens 100 miljoen euro moeten schrappen. En dat gebeurt wel. Alleen op dit moment zijn we als gezondheidszorg zo gefocust, precies zoals u net zei, op wat glimt. Is het zo dat het debat over, goh, wat gaan we nou schrappen voor dat geld,
nog helemaal niet zo duidelijk is. Wat daarbij is, is dat als je kijkt naar wat is dan waarde in gezondheidszorg, wordt het op dit moment uitgedrukt in qualis bijvoorbeeld. Dus kwaliteit van leven, gewonnen levensjaren. Ja. Je hebt heel veel andere manieren waarop je dat kan uitdrukken. Maar wat we niet weten eigenlijk is dat op het moment dat je een nieuwe therapie indient voor, laten we zeggen, 100.000 euro in het systeem en je wint daar één kwali mee, dat er aan de andere kant... Eén kwali is één gezond levensjaar dat ik dan zou winnen met die nieuwe therapie. Eén kwaliteit van leven, gewonnen levensjaar. Als je dan 100.000 euro aan behandelingen eruit schrapt, vaak de wat kleinere behandelingen, wie weet hoeveel kwalies dat je daar wel niet mee weggooit. Misschien wel 8 of 9 of 10, maar dat weten we nog niet zo goed. Kortom, het hele spel is heel erg ingewikkeld. Dat soort berekeningen worden nu nog helemaal niet gemaakt. Het is niet zo... Nee, maar dat gaat op korte termijn komen. Daar merk je al dat gezondheidszorg daar absoluut mee bezig is. En vandaar ook is het van belang bij eigenlijk alles wat we doen, dat we ondanks dat je het op patiënten moet gaan aantonen, wat is nou daadwerkelijk de meerwaarde, kunnen we niet meer zoals vroeger gewoon ongebreideld maar innovaties het systeem instoppen. Je zal uiteindelijk ook die waardebepaling mee moeten doen. En daar zijn wij, vind ik, als gezondheidszorg of als dokters, gewoon heel slecht in. Wij gaan niet goed met geld om. Nee. Niet goed met het geld om van de belasting betalen. Dus het is gewoon heel belangrijk om dat mee te nemen. Want is het argument dan altijd zo van, ja, het gaat om het leven. Dus het mag zoveel kosten als het maar is. Dat argument hoor je toch vaak? Dat argument hoor je inderdaad. Maar de kosten van de gezondheidszorg, als je vergelijkt met alle andere domeinen van de overheid, die gaan de pan uit. Ja. Maar het is wel, als je waarde wil aantonen, kan je dat op een aantal manieren doen. We hebben in Holland PTC... Holland Protonentherapie Centrum, nog even iets uitspreken. Ja. Hebben wij ervoor gekozen om die waarden op verschillende vlakken voor het licht te gaan brengen. Een van die waarden is dat je ziet dat in de alles rondom veranderen, verandermanagement, dat vindt iedereen moeilijk. Nou, ook daar, dokters hebben daar helemaal veel moeite mee. Dus een nieuwe therapie, ja, klinkt wel mooi op het moment dat het helemaal vooraan staat in de congressen. Maar echt iets doorvoeren ook in de oncologische zorg, dat is nog niet zo makkelijk. En vandaar hebben wij in Holland PTC ervoor gekozen om een open werkplaatsconstructie te maken. Dat is een beetje nieuw. Ja. Nieuw in het land, maar ook nieuw in de gezondheidszorg. Waarbij we eigenlijk zeggen, wij huren artsen in van de verschillende grote ziekenhuizen. De beste van de beste specialisten. Die dan in principe hun patiënten kunnen meenemen naar het centrum waar wij die protonentherapie geven. Zodat ze daar uit het centrum hun patiënten ook kunnen behandelen. Dat heeft als waardebepaling dat je ook zelf kan kijken, goh, wat vind ik nou van die protonentherapie? Want zit er ook iemand die gaat kijken zo van, nou, die nieuwe protonentherapie, is die het geld eigenlijk wel waard? Precies, ja. Je verwacht eigenlijk dat de oncologische gemeenschap, dus niet alleen bestralingsartsen, maar ook oncologen of KNO-artsen en noem het op, in Holland PTC zelf komen om te proeven, ja, vind ik dat wat? Dus dat is een deel van waarde. Maar als je het helemaal doorvoert met heel veel andere stappen die erin zitten, hebben we ook IMTA gevraagd. Dat zit aan de Erasmus Universiteit. Dat is die bepalen kosteffectiviteit. En die maken eigenlijk een soort van overheidsrapporten. Die hebben we ook in deze werkplaats ingebracht door ze te detacheren. En in principe alles wat er op Holland PTC gebeurt, van de wetenschappelijke delen als de klinische delen, in waarde uit te drukken. Want het is voor protonentherapie eigenlijk nog helemaal niet duidelijk, hè, wat dat op de lange termijn oplevert voor patiënten, klopt. Toch? Ja, klopt. Dus het schrikbarende aan protonentherapie is... In theorie klinkt het perfect. Van, nou ja, hup, tumor uitschakelen, gezonde weefsel niet. Maar dan de praktijk weten we eigenlijk nog helemaal niet of het wel echt zo goed werkt. De fysische rationale is heel sterk, maar de level of evidence waarop deze investering in Nederland is gebeurd, is level 4 evidence. Van level 1 is het hoogste, level 5 is je hebt eigenlijk geen evidence. Oh ja, ja. En dan presteren wij het als maatschappij om 240 miljoen euro investering in Nederland te doen voor 3 protonencentra. Waarvan die waarde helemaal nog niet is aangetoond. Maar ja, er zijn hier wel meer dingen waarvan je, als je er kritisch naar gaat kijken en je hebt het financiële deel, even, ik weet niks van geld ook, hè? Ja. Als je dat erbij neemt, dan ben ik bang dat je best wel gaat schrikken. Dus dat is iets wat we niet meer kunnen vergeten. Je kan niet meer ongebreideld alles maar starten. We moeten als gezondheidszorg, als oncologische gemeenschap, ook dat deel wat beter... Want als ik denk zo van, nou, je geeft 100 patiënten protonentherapie en 100 patiënten de gebruikelijke manier van bestraling. En dan wacht je 5 jaar en dan weet je het, toch? Of is het ingewikkelder dan ik het nu zeg? Ja, dat is veel ingewikkelder. Ten eerste is protonentherapie nooit op zichzelf. Je geeft bestraling naast chemotherapie, nieuwe middelen en heel vaak opereren. Dus het is een soort van keten die een patiënt krijgt. Mm-hmm. En daarbij is het zo dat als je een onderzoek op dit moment maakt, een gerandomiseerd onderzoek, hè, precies zoals u beschrijft. Dus waarbij je het iets in 2 armen splitst. Ja, dan
is de kans dat je de hypothese waarheid is 80% zeker. Met daar weer een onzekerheid op van 5%. Nou, als je dan kijkt wat er in de 10 jaar gebeurt en dat uiteindelijk pas de waarheid van zo'n trial komt, of na 5 jaar, dan zie je dat ook de gezondheidszorg enorm is ontwikkeld. De gezondheidszorg is een soort van S-curve in ontwikkeling. En precies zoals mijn collega's hier al hebben verteld, ja, wat je vandaag denkt dat de waarheid zal zijn over 5 jaar, is die waarheid niet meer. Er gebeurt zoveel. Want dan zitten er misschien mensen die in de tussentijd alweer immuuntherapie zijn gaan doen, waardoor je eigenlijk niet meer weet hoe goed de protonen. Dus de uitslag van een trial is dan, naast dat die trial heel veel geld heeft gekost, ook miljoenen euro's gaan erom in de gezondheidszorg, bij het KWF en bij andere fondsen, aan investeringen om onderzoek te doen. Mm-hmm. Maar wat die onderzoeken daadwerkelijk opleveren is bedroevend. Ja, dat is eigenlijk als je kijkt naar waar uiteindelijk wat echt als een gevestigde nieuwe behandeling komt. Ja, ik ken er dan een paar op dit moment van de immuuntherapie. Maar dat zijn dingen die over het algemeen ook nog niet eens zo worden opgepakt. Er gaat veel geld verloren aan dit soort onderzoeksvragen helaas. Met alle respect even, want ik ben heel blij dat we heel veel onderzoek mogen doen. Ja. Maar om daar slim eens over na te denken, dat denk ik eigenlijk wel dat het een taak is van ons als gezondheidszorg op dit moment. Hanneke van Laarhoven, wat ziet u op dit moment als een veelbelovende nieuwe ontwikkeling bij het type kankers dat u behandelt? Ja, dat klinkt niet zo spannend, maar als ik nu kijk naar wat de afgelopen 2 jaar op het grote Amerikaanse congres de doorbraak was voor alvleesklierkanker en de doorbraak was voor de behandeling van maagkanker, dan was dat chemotherapie. Iets wat we al decennia hebben. Hoe kan dat de doorbraak zijn dan? Net een andere mix en combinatie van verschillende middelen die we nog niet op deze manier hadden uitgeprobeerd. Mm-hmm. Waar we denk ik ook een beetje bang voor waren, want het waren wel heel veel middelen bij elkaar. 3 of 4. Nou ja, je kunt je voorstellen als je 3 of 4 middelen bij elkaar brengt, dat ook meer bijwerkingen geeft. Vraagt dus meer van de dokter en ook van de patiënt, maar met name ook van de dokter om dat heel goed uit te titreren. Maar als je dat goed doet, kan dat opeens, nou, bij maagkanker maakte het opeens uit jaren. Dat is de moeite waard. Ja. En voor alvleesklierkanker, waar we al tijden geen doorbraken meer hadden gehad, er zaten huilende mensen in de congreszaal. Dat was echt het effect. Alvleesklierkanker, dat is een kanker waarbij toch een hele slechte prognose heeft, die, toch? Is dat ook Steve Jobs? Had dat ook, toch? Ja, die had het ook. Ja. Nou, en dat laat denk ik alleen maar zien hoe ontzettend belangrijk het is dat er vanuit allerlei verschillende kanten onderzoek wordt gedaan om kanker op de een of andere manier onder de duim te krijgen. En het gaat niet alleen door chemotherapie gebeuren. Het gaat ook echt niet alleen door immunotherapie, nog door protonen gebeuren. Het zal de combinatie van de verschillende modaliteiten zijn die de stappen voorwaarts moeten bieden. Nou, wat hier wel fascinerend is dat je dus denkt van, nou, we moeten op zoek naar een soort nieuw fancy wapen. En je maakt dan eigenlijk een soort cocktail van bestaande dingen. En dat werkt dan voorlopig nog het beste. Ja. In ieder geval voor dit type kanker wel. Ja. Wat we ook weten is dat voor die kankers waar bijvoorbeeld immunotherapie in zijn eentje het eigenlijk helemaal niet zo goed doet, is dat op het moment dat je het dan op een slimme manier combineert met chemotherapie of met bestraling, dat die tumor wel weer gevoeliger wordt voor immunotherapie. En dat dus nieuwe stappen voorwaarts zouden kunnen zijn. Ja. Wanda de Kanter, longkanker, dat is ook een kankersoort met een hele slechte prognose. Ja, maar daar is de laatste jaren echt heel veel in veranderd. Het komt natuurlijk heel veel voor. In Nederland 13.000 nieuwe patiënten per jaar. En je hebt 10% van de mensen die hebben een behandelbare mutatie, dus een afwijking in het DNA, waarbij je op de cel een eiwit hebt dat je gericht kan behandelen. Dus hoef je alleen maar een pil te geven, zeg maar, waardoor de celdeling stopt. Het grote probleem daarvan is dat je weer omwegen gaat krijgen. En daar heb je ook weer een nieuw medicijn voor. Dan leef je weer een paar jaar langer. Maar helaas, tumoren gaan dan omwegen bedenken. Ja, die gaan gewoon in het. Er komt een nieuwe mutatie, waardoor je de behandeling die werkte, heel goed werkt, waarbij alle tumoren kleiner werden, die gaan weer groeien. En dan hebben we nu weer een volgende lijnbehandeling en nog een derde lijnsbehandeling. Maar je weet, er komt weer toename. Het gaat nooit stoppen. Ja. Zoals bij melanoom, dat je op een gegeven moment zegt, nou, na 5 jaar, het gaat echt niet meer groeien. Maar bij longkanker gaat het sowieso op veel kortere termijn, 1 à 2 jaar, weer groeien. En die groep, dat is echt heel erg een ingewikkelde groep. Nou ja, ik denk dat het heel goed in dat perspectief van die familie. Dat zijn allemaal mensen, dit komt vooral voor bij nooitrokers. Dat zijn mensen die dus leven met een chronisch progressieve ziekte.
die longkanker hebben, die weten dat ze doodgaan. Maar ze gaan niet dood, maar ze leven een paar jaar heel goed. Moet ik nou weer gaan werken of niet gaan werken? Ik werd bijvoorbeeld over Annemarie door een journalist gebeld van, zij heeft toch geen longkanker, ze had toch al lang dood moeten zijn? Alsof zij een fake was, hè? Van, maar dat doet dus, als je zo'n gekke mutatie hebt, dat je gericht kan behandelen. Maar dus die resistentiepatronen geven weer nieuwe. Maar het wordt steeds zeldzamer en zeldzamer en zeldzamer. Dus wat we nu zien is, elke longkanker is uniek, is weer anders. Mm-hmm. En dat je die zeldzamere vormen van mutaties ook in centra gaat behandelen. De andere kant is immuuntherapie en dan heel erg combineren met chemotherapie. Dus vroeger kreeg je alleen chemotherapie, erna immuuntherapie. Maar nu krijg je en chemotherapie en immuuntherapie. En het wordt steeds meer naar voren gehaald, want je weet na een longoperatie dat je genezen bent, dat alles eruit is, komt het toch weer heel vaak terug. Dus we gaan nu van tevoren immuuntherapie geven. Gaat dat beter zijn? We gaan het erna geven. We gaan een beetje bestralen en dan immuuntherapie geven. Kijk door de bestraling dat mensen gevoeliger worden voor immuuntherapie. Dus wat je ziet is dat je steeds complexere behandelingen krijgt, met ook weer meer bijwerkingen, waar wij enorm geluk hebben dat zo'n grote melanoomgroep is, die al die bijwerkingen al gezien hebben, met wie we natuurlijk heel veel kunnen overleggen, hoe moeten we dit nu behandelen? Ja. Want die bijwerkingen zijn niet niks als je ze krijgt. Maar ook dat je bijna niet meer uit behandeling komt. Dus je bent eigenlijk altijd in behandeling. Dus je hebt dan 2 jaar chemotherapie en daarna krijg je immuuntherapie en dan ben je 2 jaar verder. Bij die gerichte behandeling ook, dan heb je weer 2 jaar en dan weer verder. Je bent nooit meer zonder, je hebt nooit meer pauze, je bent altijd patiënt. Elke 3 maanden CT, elke 3 maanden angst. Dus het geeft jaren extra, maar geen genezing in de uitgezaaide vorm. Nou, het andere deel is natuurlijk dat je dan zegt, je zou het ook echt willen voorkomen. Als je bijna 90% van kanker kan voorkomen, 30% van alle kankersterfte kan voorkomen, dan zal je iets aan het begin moeten doen. Nou, primaire preventie, gewoon zorgen dat tabak gewoon niet meer verkocht wordt aan kinderen, weg daar. Maar een soort tussenstap is nu de screening. Dat is een groot opgezet in Amerika. Dat is een studie met 55.000 patiënten. Daar hebben ze gekeken, dat moest je 30 jaar lang een pakje per dag hebben gerookt. Hebben ze geloot. De ene groep deden ze een CT-scan elk jaar. En de andere groep alleen een longfoto. En dan blijkt dat als jij die mensen screent, dat je zeg maar 200 scans moet maken. En dan vind je 1 longkanker in een vroeg stadium. Nou, dat leek goed te zijn, ook waarschijnlijk op de sterfte op lange termijn. Maar er kwam uiteindelijk maar 4% van de mensen opdagen. 4% van alle rokers die een pakje per dag roken, die 3 die daarvoor in aanmerking kwamen, die kwamen. Dus men kwam niet. Waarom men eigenlijk wil niet? Roken, men wil niet stoppen met roken. Ja, ja. Niet dat dat aan elkaar gekoppeld was. Maar goed, dus in Nederland is er een grote studie gedaan, de Nelson-studie, samen met België. De cijfers zijn nog niet gepubliceerd, maar er werd gezegd, groot nieuws voorpagina, volgens mij was het Volkskrant, voorpagina, red duizenden levens. Nou, een nee, nee, wij hadden hem geweigerd. Ik weet dit onderzoek nog heel goed. Dat was een telegraaf. Maar dat was een extrapolatie van 64 patiënten naar als er zoveel mensen komen opdagen. Dus dat weten we nog niet zeker. In Engeland is het zo dat ze zijn gegaan naar mensen waar het meest gerookt wordt, lage economische klasse. En zijn ze gewoon met een CT-bus gewoon in het supermarkt gaan staan. En daar komen alle rokers er wel in. Dus, en daar vinden ze in 50 scans al 1 longkanker. Dus het zou best wel eens. Hoeveel mensen in die bus voor 1 longkanker? 50. In een hele hoge risicogroep, als je er naartoe gaat. Dus het zou wel eens kunnen, maar dan zeg je nog steeds niet of het iets over de prognose zegt. Want screening, weet je misschien langer dat je het hebt en word je er niet per se ouder door. Hè? En mensen die blijven roken gaan dan alsnog misschien niet dood aan een longkanker, maar aan een hartaanval. Ja. Dus wat wij hebben gezegd, als we het in Nederland ooit gaan invoeren, dus heel veel politiek, dat moet ook betaald worden, dan moet de tabaksindustrie dat betalen. Dan moet je een verslavingsfonds oprichten. 1% van de omzet gaat in een fonds, in het tabaksverslavingsfonds. En daar betaal je de screening uit. Daar betaal je de rookstop uit, want die moet ook op orde komen. Je gaat niet screenen als iemand doorrookt. Een soort de vervuiler bepaalt, betaalt. Precies, principe. Dus de enorme lobby daarvoor om te zorgen dat de vervuiler gaat betalen. Ja. En tegelijkertijd, als er elke dag 75 kinderen beginnen met roken, dan ben je ook gek als je gaat screenen. Dus je moet het. Ik zie het meer als een heel totaal plaatje. Dat je en moet zorgen dat niemand begint. En dat je gaat screenen. En dat je de allerbeste behandeling krijgt met de beste resultaat. Ja. Dat is allemaal nieuw. Christian Blank, wat vindt u op dit moment een veelbelovende ontwikkeling in de immuuntherapie? Goed, ik ben natuurlijk subjectief. En ik denk dat immuuntherapie, u ziet het ja, chemotherapie en chirurgie zijn echt hele oude pilaren van de kankerbestrijding. Ik denk dat de immunotherapie, die zo jong nog is, en in de aanstaande jaren toch echt veel gaat bereiken voor de patiënten.
Wat ik al gezegd heb, ik denk dat we dat heel vroeg moeten gebruiken. Ja? De meer tumorcellen in het lichaam van de patiënt zijn, de makkelijker kan die ook het immuunsysteem onderdrukken. Dat weten we. Het immuunsysteem van iemand die heel veel kanker aan boord heeft, is zwakker dan het immuunsysteem van iemand die wenig kanker nog aan boord heeft. En alle studies nu, longkanker, nier, melanom, die weisen da an, als je vroeg begint, dat die Kansen, dat het werkt, veel hoger zijn. En ik hoop dat we ooit van chemotherapie afkomen. Ik vind het een beetje de Amerikaanse approach, very collateral damage accepting. En we gooien die chemo erstmal in de patiënt en doden alles, wat zich een beetje deelt, snel deelt. Ik vind immunotherapie toch eleganter of doelgericht therapie. En ik hoop dat we deze twee, die we ook bij jouw presentatie gezien, helemaal recht zijn. Als die in 100 jaren verder zijn, dat die dan ook echt de dominante dingen zijn. Ja? En dat gaat af van de minder bijwerkingen zijn, denk ik. En dat we ook veel preciezer dan die kankers ook aangrijpen. Zijn er vragen uit de zaal op dit moment voor onze sprekers? Verschillende handen. Laten we gewoon hier beginnen met de meneer hier helemaal vooraan. Ja, dank u wel. Ik heb een vraag voor de meneer van het protonotherapiecentrum. Ja, ik ben een beetje verwonderd dat er nog zoveel uitgezocht moet worden, terwijl protonotherapie, met name in de Verenigde Staten, maar ook bijvoorbeeld in landen als Zwitserland, toch al een flinke aantal jaren bestaat. Waarom zijn die gegevens niet voldoende om hier een oordeel te kunnen vellen? De waarde van de wetenschappelijke bepaling. Als je kijkt naar wat in de geneeskunst als voldoende wordt ervaren, die is nog beperkt. Dus vandaar is dat iets waar we, is dat onderzoek wat we nog moeten gaan doen. En we doen dat in Nederland door alle patiënten die protonotherapie krijgt, alle data, alle gegevens die we daarvan krijgen, te verzamelen in een hele grote database. Daar helpt het KWF ook aan mee om dat op te stellen. En wij krijgen van alle grote normale bestralingsafdelingen, de fotonenafdelingen, van alle academische ziekenhuizen ook de data van de patiënten die met fotonen zijn bestraald. En dan hopen we dat binnen afzienbare tijd wel de waarde van protonentherapie beter te kunnen vertalen. Maar ja, die waarde is er niet. Kortom, de hypothese van nou, als we dat doen, dan gaat het werken. Zo'n dieptebommetje werkt goed. Die is blijkbaar zodanig sterk dat de overheid en de medische wereld daar een beslissing van kunnen doen. We gaan het aanschaffen. Maar er is nog wel wat werk wat er verricht moet worden. De andere kant, als je kijkt naar wat er op dit moment zo verschijnt, is het niet zo dat je er heel negatief over moet zijn. Het is wel degelijk zo dat van de ervaringen van de artsen uit andere instituten, vooral uit het buitenland, dat die ervaringen gewoon heel goed zijn. Alleen als je dat onderzoek wat erin gedaan wordt moet karakteriseren van hoe zwaar is dat onderzoek geweest, dan is dat volgens de stand der wetenschap nog niet zodanig zwaar dat je daar een investeringsbesluit op kan nemen. Maar dat het veelbelovend is, laat dat duidelijk zijn. Ik zag nog veel meer vingers. Laten we eventjes naar die mevrouw met het blauwe jasje. Ja. Ik vroeg me af, wat is jullie idee over de rol van aangepaste voeding tijdens kankerbehandeling? Ja, wie wil? Ik wil er best iets over zeggen. Het korte antwoord is dat we het eigenlijk heel erg slecht weten. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, maar het is ook meteen heel ingewikkeld onderzoek. Als je nu kijkt binnen de wereld van de diëtetiek, is er met name heel veel aandacht voor eiwit, voldoende eiwitinname. Maar er is ook gekeken naar vetten, de rol van vetinname. En dan met name onverzadigde vetten, hoe dat effect heeft op chemotherapie. Er is recent onderzoek gedaan naar het effect van het drinken van cola in relatie tot de opname van bepaalde doelgerichte middelen die je net noemde. En dan blijkt cola helemaal niet goed te zijn. Wat een verrassing. Maar voor andere medicamenten juist weer wel. Kortom, daar is nog een wereld te winnen. En waar dat aan relateert, dat is denk ik ook wel interessant om te noemen, met name ook als het gaat over doorbraken. Een van de dingen die we nu leren is dat wat er in je darm gebeurt,
Met name de bacteriën die in je darm zitten, die blijken cruciaal te zijn voor het effect van behandeling. Immunotherapie, maar niet alleen immunotherapie, ook chemotherapie en misschien überhaupt wel de uitkomst van kanker. En een van de dingen die de samenstelling van je darmflora, zoals we dat noemen, beïnvloedt, ja, dat is voeding. Maar hoe precies en wat je nu wel moet eten en wat je nu niet moet eten en welke bacteriën je nu wel nodig hebt en welke niet, weten we nog helemaal niet. Jawel. U geeft daar geen advies over aan patiënten. Ik ben even je microfoon. En de vraag is dan natuurlijk, welk advies geef ik? En dat advies is feitelijk gezonde voeding zoals wij dat allemaal met elkaar zouden moeten doen. Dus voldoende groente en fruit, voldoende vezels en specifiek. En dat geldt dan met name wel voor de populatie mensen waar ik mee werk. Mensen met slokdarm, maag en alvleesklierkanker. Voldoende eiwit. Okay, dus ruimte en niet roken. Dat is geen voedingsadvies, maar wel een advies. Ruimte voor nog één vraag in dit blok, deze meneer hier. Ja, professor Van Vulpen, ik heb fantastisch die ontwikkeling van die protonentherapie. Maar het komt mij wel twee vragen voor. Eén is dus de protonen zelf. Als u zegt de protonen explodeert of misschien implodeert, waar blijft de energie in dat lichaam? Ten tweede, ik heb gelezen dat kanker 9000 cellen nodig, genen nodig heeft om te overleven. Waar blijft die brokstukken van die kanker, die genen, die wordt toch in het lichaam ergens opgenomen? De energie wordt heel lokaal afgegeven. Als ik zo de fysische achtergrond mag schetsen, doe ik dat denk ik eventjes buiten de zaal. Want dat is wel een heel verhaal. De brokstukken die ontstaan van de tumor, dat zijn allemaal stukjes die je uiteindelijk uitplast en bij de ontlasting verdwijnt of een stuk uitademt. Dus daar blijft uiteindelijk niks van over. Ja, via de bloedbaan wordt het naar andere onderdelen vervoerd. Het wordt met name door het immuunsysteem opgevreten. Ja. Die eten brokstukken op. Ja. Oké. Er komen zo meteen nog ruimte voor meer vragen. Maar ik wil eerst even vanuit het perspectief van de patiënt gaan kijken. En daarom roep ik graag naar voren Gaston Remmers. Applaus. Jij bent directeur van Mijn Data, Onze Gezondheid. Wat houdt dat in? Doe maar. Ja. Mijn Data, Onze Gezondheid is een stichting opgericht vanuit een patiëntenperspectief. Om ervoor te zorgen dat de data die wij hebben over onze eigen gezondheid door ons als burgers ook echt benut kan worden. En uitgegeven door ons in het belang van wetenschap en toepassingen binnen de medische sector. En wat voor data moet ik dan aan denken? Dat gaat over alle data. Data die in een ziekenhuis zijn opgeslagen. Maar ook data die we zelf verzamelen middels appjes of in onze eigen aantekeningen. Over hoe het met ons ging toen we dit en dit dieet volgden bij dat en dat soort aandoeningen. Data die wij allemaal als Nederlanders, zeker als je een acute ernstige ziekte hebt, verzameld. Maar die nu niet uitgenut kunnen worden. Die willen we graag tot waarde brengen. Is dit ook een soort, dat hoor je wel, citizen science project? Dus dat dus burgers zelf meehelpen om wetenschappelijke kennis te vergaren? Van wat werkt wel, wat werkt niet? Ik zou zeggen, ik zou gechargeerd kunnen zeggen dat wij het vijfde wiel aan de wagen zijn van de wetenschap. Ja. Maar wel een noodzakelijk wiel. Want de geleerden kunnen niet zonder ons. Want jullie doen fantastisch werk. Alleen precies die data die in onze eigen context relevant zijn, daar kunnen wetenschappers vaak niks mee als ze niet gegroepeerd kunnen worden. Ja. Jullie hebben dat bij herhaling gezegd van er zijn niet 20 tumoren. Nee, er zijn veel meer verschillende soorten tumoren. En al die cellen zijn ook weer anders. Het komt steeds terug op het individuele, specifieke niveau. Nou, daarbij moeten wij als burgers, als patiënten die het onder de leden hebben en daar iets mee willen doen, moeten we ze gewoon bij helpen door onze data ook op een manier beschikbaar te maken waardoor er ook chocola van kan gemaakt kan worden. En want u heeft zelf tongkanker gehad, toch? Ja. Als ik het goed heb. Ja, allereerste vraag, hoe gaat het dan nu met u? Ja, heel goed. Ja. Ja. Dat is nu. Ja, het is 7 jaar geleden. Dus ik ben een jaar na de behandeling heb ik mezelf maar gezond verklaard. En 5 jaar daarna werd ik statistisch gezond verklaard. ik noem dat echt bewust omdat gezondheid ook een soort mindset is. Ik weet natuurlijk helemaal niet zeker of die kanker nog een keer teruggaat of niet. Maar als ik erin ga staan met het idee dat ik gezond ben, dan leeft het toch echt anders. En dat is ook weer een van de zesde wiel aan de wagen na de immunotherapie. Is ook je geesteskracht is ook een belangrijke factor om mee te nemen. En
Daar zijn wij denk ik zelf de belangrijkste spelers in. En daar weten we nog heel weinig van, denk ik. En dan kijk ik ook even naar jullie. Maar ik denk niet dat jullie in jullie behandelkamer zal zeggen van nou, je zou je geesteskracht moeten inzetten om de kanker een handje te helpen of tegen te werken. Vraag me even heel open in, want het is gewoon een ingewikkelde vraag. Te verwijzen naar de psychiater of de psycholoog om te kijken of je zingevingsgesprekken over hoe geef je het leven zin als het leven eindig is op korte termijn. Dat is misschien niet precies wat jij bedoelt, maar er wordt wel naar gekeken. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat zeker ter sprake komt, maar en dan maak ik even het bruggetje met het citizen science. Onder patiënten doen talloze verhalen de ronde over allerlei wonderbaarlijke genezingen. Wetenschappers kunnen er niks mee, want het is allemaal anekdotisch uiteindelijk. En dat snappen wij wel. Maar daar speelt er gewoon, daar spelen allerlei gecombineerde factoren rol bij. Een bepaald bewegingspatroon, een bepaalde voedingsregime wat mensen hebben aangelegd. Een bepaalde manier van omgaan met hun relatie die anders werd, zodat ze er een andere relatie mee kregen. Wonderbaarlijke interacties, heel erg complex, maar niettemin heel belangrijk denk ik om daar toch bij stil te gaan staan. Nou, dan gaan we niet 1, 1, 2, 3 gaan we dat oplossen. Maar ik vind het wel belangrijk dat wij in staat worden gesteld om als extra academische onderzoekers, die wij zijn als nieuwsgierige patiënten, ook onze bijdrage te kunnen gaan leveren aan deze het onder controle krijgen van kanker. En een van de dingen die jij toen jij zelf ziek was, die jij ontdekte was van ja, ik wil proberen zelf als patiënt ook meer het roer in eigen handen te nemen om mij beter te voelen van dag tot dag. Ja. En toen ben je iets gaan proberen waarbij je niet in je hoofd had, dit gaat me genezen, maar gewoon om mij beter te voelen. De voeding in het ziekenhuis, die beviel je gewoon niet. En toen ben je wat anders gaan proberen. Kan je daarover vertellen? Ik was in het Antonie van Leeuwenhoek, overigens een heel goed ziekenhuis waar ik echt met alle egards ben behandeld. Maar dat had toen het predicaat van een ziekenhuis waar de voeding heel erg op orde was. Maar het betekende toch dat ik standaard maaltijden kreeg. Dus ik ben gewoon beland in een circuit van mensen, zoals veel mensen tegenkomen. Dus ik ben allerlei sapjes gaan maken, groenten gaan mengen. Ik heb mijn dosis groenteinname heb ik verdubbeld. Mijn snelle koolhydraten intake heb ik gewoon drastisch verlaagd. En ben allerlei supplementen gaan slikken en ben op een pad gekomen wat heel veel mensen wellicht zullen herkennen in de zaal. Ik denk dat het mij geholpen heeft. Ik voelde me eigenlijk na afloop van al die behandelingen voelde ik me fitter dan ooit. Wonder genoeg. Enorm helder. Dat moet ik eerlijk zeggen, helder dan nu. Maar of het daadwerkelijk ook die bijdrage heeft geleverd in het onder controle krijgen van die kanker, dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat hij het heeft gedaan. En ik wil graag dat al dit soort ervaringen, iedereen heeft hier zijn eigen verhaal in de zaal, dat we dat toch bij elkaar kunnen gaan wegen om daar toch iets zinnigs over te gaan zeggen. Ja. Uw verhaal doet me ook een beetje denken. Je hebt zo'n beweging die heet de quantified self. Dan ga je gewoon allemaal dingen van jezelf meten. Hoe lang je slaapt en wat je precies eet. En ik heb dat zelf ook al eens een weekje geprobeerd om te kijken. Zo van, nou ja, en op welke dagen voelde ik me dan heel gelukkig. En dan ontdekte ik van, nou, woensdag was ik heel gelukkig. En dan zat ik vervolgens naar al die gegevens te kijken. Dacht ik van, kwam het nou door het ontbijt? Doordat ik een leuk afspraakje had? Of door die film die ik heb gezien? Ja. En daar kwam ik dan niet uit. Heb je dat probleem hier ook niet mee? Als je van alles aan jezelf gaat meten, van dat je niet weet wat nou eigenlijk... Ja, je kunt jezelf wel helemaal ziek meten, bij wijze van spreken. En helemaal compleet gek van worden. Ja. Maar daar is denk ik waarin... patiëntonderzoekers of burgeronderzoekers samen met wetenschappers moeten gaan samenwerken om te kijken van hoe doe je dat nou? En hierachter zien jullie een animatie verschijnen van een project dat heet Mijn Eigen Onderzoek, waarin we methodologie hebben ontwikkeld om dat N-1 onderzoek, dat individuele onderzoek van ons als burgers rondom gezondheid een vorm te geven waardoor die data op een zinvolle manier begrepen kunnen worden door wetenschappers. Ja. Dus dat is echt een methodologische omkering van het onderzoek. Meestal beginnen wetenschappers te werken met van, oh, we hebben een probleem, daar moeten we een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek op zetten. Een gouden standaard van het medisch onderzoek. Maar wij, vanuit die hele specifieke, speciale context waarin wij leven, kun je bijna geen dubbelblind onderzoek doen, omdat het zo complex is. Alleen op de darmflora is zo ongelooflijk complex. Daar kun je bijna geen SCT's op draaien. Maar wij kunnen met onze gezamenlijke innovatievermogen als burgers wel enorme schatten hypotheses boven tafel zien te krijgen, waar dan wel zinvolle bevestigende onderzoek op gedaan kan worden. Kan je een voorbeeld geven van iets wat dan uit zo'n gemeenschap van patiënten omhoog is gekomen van, nou, het valt ons op dat
puntje, 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 dat we ons daar beter van gaan voelen? En waar wetenschappers vervolgens mee aan de slag zijn gegaan? Nou, alleen anekdotisch. Ik pak het voorbeeld van de alvleesklierkanker. Ik weet dat er op een gegeven moment twee dierenartsen waren uit het oosten van het land. Die hadden ergens gelezen dat in Azië het vogelgriepvirus misschien wel iets zou kunnen doen met alvleesklierkanker. Nou, er zal geen behandelaar in Nederland zich aan wagen om dat te geven aan zijn patiënten. Maar ze hebben zichzelf gewoon geïnjecteerd. En ze hebben veel langer overleefd. Volgens mij leven ze nog steeds. En ze hadden zelf alvleesklier. Ja. Hanneke, waarover jij bent gespecialiseerd in deze ziekte. Ken je dit verhaal of niet? Ik ken het verhaal zo niet. Het is ook niet direct het advies wat ik zou geven. Nee, nee, dat snap ik. Maar dat zei ik ook net. Dat kunnen behandelaars ook helemaal niet doen. Want er is totaal geen bewijs dat het werkt. Maar wat ik wil zeggen is dat zij dat gedaan hebben. Zij hebben voor eigen rekening en risico hebben ze zichzelf behandeld, zeg maar. Het waren dierenartsen, dus ik denk wel dat ze wisten hoe ze met zijn spuitje moesten omgaan. Ja. En het blijkt dus dat zij een veel betere conditie hebben en veel langer in leven zijn gebleven. En volgens mij leven ze nog steeds dan gebruikelijk. En ik weet ook dat het aanleiding is geweest voor Casper van Eyck om daar toch eens vervolgonderzoek op te plegen. Wie is Casper van Eyck? Dat is een heel bekende alvleesklierkankerspecialist die ook Steve Jobs heeft geopereerd. Ja. En dat is maar een extreem voorbeeld, hè? Ja, maar daar zie je dus gebeuren dat gewoon ervaringen van patiënten zelf uiteindelijk leiden tot een hypothese bij wetenschap van oké, nu gaan we dit eens voor een grotere groep onderzoeken. Precies, ja. En hetzelfde gebeurde, het gaat toch niet over kanker, met een dame die een zoontje had met Thijslijmziekte. Die kindjes die eten heel slecht, waardoor ze eigenlijk een beetje vertroeteld worden. Ze krijgen allerlei snoepjes, waardoor ze eigenlijk nog zich slechter gaan voelen. Want dat is eigenlijk niet wat je moet eten. Die vrouw heeft gewoon aan de keukentafel een beetje zitten knoeien, zeg ik maar even heel plat. Met kurkuma, zwarte peper en appelmoes. En dat heeft ze gewoon in verschillende doseringen aan haar kind gevoerd. En toen bleek daar enorm goed op te reageren. En er is een hele groep ontstaan van allerlei moeders met kindjes met Thijslijmziekte. En op een gegeven moment was zij in staat om vanaf haar keukentafel te adviseren dat bij dat kindje ze eerst die kurkuma door de appel moest doen en 3 uur later pas de zwarte peper. Ik kan me vergissen in die ingrediënten, maar ik wil maar aangeven dat het detailniveau waarop ze op een gegeven moment advies kon geven, wat ook echt aansloeg, heel groot was. En hoe dat dan precies werkt, weet ik niet, maar dat was ook aanleiding om in het Erasmus daar vervolgonderzoek op te doen. Okay. En dit gebeurt nu dus anekdotisch en wij willen dat het gewoon structureel gebeurt. Ja. Het kan veel meer. En ik denk dat wij moeten onszelf daarin groot maken en ook gewoon de hand reiken aan de wetenschappers om verder te komen. Ja. En het kan prima bestaan naast allerlei bestaande therapieën. Dus die wil ik ook helemaal niet teniet doen. Want zonder chirurgie en zonder bestraling had ik er ook heel anders bij gelopen. Ja. Dus ik ben ze enorm dankbaar. Maar wij moeten er wel wat naast zetten. De wetenschap kan het gewoon niet alleen. Daar moeten wij gewoon onze bijdrage aan gaan leveren. Helder verhaal. Dank u wel. Ja. Ik ben benieuwd, hoe denken jullie hierover? Hoe kan de rol van de patiënt nog wat groter worden om mee te helpen? Om de wetenschap vooruit te helpen? Ja, ik denk dat het een heel mooi initiatief is. Patiënten, tenminste uit mijn zicht, die waar de kanker van alleen plotseling verdwijnt, wat we spontaan remissies noemen, zijn heel erg zeldzame patiënten, maar heel erg interessant wetenschappelijke patiënten. Dus we proberen die ook te verzamelen. Ik heb ook in mijn nu bijna 12 jaren in het AWL, heel weinig van deze patiënten gezien. Dus als so heel Nederland plotseling alle melanoompatiënten, die een spontane remissie gezien hebben, zich bij mij melden, en dan krijg ik plotseling veel meer. Dat kan veel bijdragen, om daar nieuwe dingen te leren. Ja? Zeker. Hanneke van Laarhoven, u bent ook bezig met het verzamelen, of met het bouwen van een enorme databank waarbij ook patiëntervaringen dan een rol spelen, toch? Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, dat klopt. Dat is in samenwerking met de Nederlandse Kankerregistratie. Die werken al heel lang aan de registratie van van de incidentie van kanker. Dus ze registreren als mensen kanker hebben. Ja. En wat ze nu voor een aantal tumortypes doen, is veel meer gegevens verzamelen over wat er vervolgens met die patiënt gebeurt in het ziekenhuis. En wat we daarnaast doen, is deze mensen vragen om vragenlijsten in te vullen over hoe het met hen gaat. Kwaliteit van levengegevens te verzamelen. Ja.
Dat is bij lange na nog niet op het niveau wat jij net schetste. Uiteindelijk zijn dat vragen die gaan over hoe was het de afgelopen week met u. En dat vragen we dan eens in de 3 maanden. Nou, dat is al heel erg waardevol om daar iets over te weten. Want vooralsnog weten we dat eigenlijk nog maar heel matig voor, laten we zeggen, de gewone patiënt met kanker. En wat bedoel ik daarmee met de gewone patiënt met kanker? Nou, de patiënt die niet in de context van een klinische studie wordt behandeld. Ja. En we hebben het net gehad over gerandomiseerde studies. Ongelooflijk belangrijk om kennis over het effect van behandeling te verzamelen. Maar helaas is het zo dat nog geen 10% van alle patiënten uiteindelijk in zo'n studie wordt behandeld. Wat betekent dat we over 90% van onze patiënten eigenlijk helemaal geen gegevens hebben. Terwijl dat de mensen zijn die tegenover je zitten in de spreekkamer en die je goed advies wil geven over voeding bijvoorbeeld. Ja. Nou, daarvoor is het verzamelen van dit soort gegevens ongelooflijk belangrijk. Is denk ik ook een veel meer dag tot dag verzameling van gegevens belangrijk. Er zijn tegenwoordig ook allerlei slimme dingen voor. Hè? De polsbandjes en inderdaad je telefoon en allerlei mogelijkheden om ook passief gegevens te verzamelen. Wat doen die polsbandjes dan? Waar moet ik dan stappen aan tellen bijvoorbeeld. Ah, ja. Kijken hoeveel uur je slaapt. Nou, het hele spectrum wat je net zelf al schetste. Ja. Maar ook voor ons geldt precies het dilemma wat jij zelf schetste. Wat die data uiteindelijk precies betekenen, dat weten we nog helemaal niet zo goed. En daar hebben we hele slimme artificial intelligence mensen voor nodig om daar echt iets van te kunnen maken. Ja. En om boven uiteindelijk toch het anekdotische uit te kunnen stijgen. Wat daar, misschien als ik nog 1 ding over mag zeggen, want Er liggen in Nederland, en niet alleen in Nederland, maar laten we het bij Nederland houden, er ligt een schat aan data. Als je kijkt naar alle ziekenhuissystemen, als je kijkt naar wat we hebben bij de zorgverzekeraars. Als we in staat zouden zijn om al die data met elkaar te verbinden, en dat mogen we helemaal niet, want daar hebben we allerlei wetten voor opgesteld waarom dat niet mag, maar als we dat zouden kunnen doen, dan zouden we ook daar enorme slagen in kunnen maken in simpelweg kennis. Hoe gaat het nou met de patiënten in Nederland? Ja. En dat zou enorm behulpzaam zijn. Als ik daar iets aan mag toevoegen. Wat je ziet tegenwoordig in heel veel ziekenhuizen is dat ze gaan starten met cohorten. Dus als je een onderzoek moet doen, moet je eerst langs de medisch-ethische toetsingscommissie. Ja, voor de leek, wat is een cohort? Daar kom ik op. Ja? Okay, ja. Dus de toetsingscommissie toetst of je onderzoek voldoet aan de wet mensgebonden onderzoek. Mm-hmm. Maar je kan daar ook voorleggen of je alle patiënten toestemming mag hebben om ze extra te belasten met data. En alle data die ze gaan vrijgeven te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Zonder dat je van tevoren moet zeggen, dat wil ik precies gaan onderzoeken. En dan, zo heet als alle patiënten van tevoren informed consent tekenen, dus tekenen van ik ben het ermee eens, dan stellen ze in principe alle data ter beschikking van de wetenschap. En dan heet het een cohort, oftewel als 99% van alle patiënten die meedoen, zoals wij in Holland PTC hebben, tekent voor vrijgave van de data, dan kunnen we alle data in de breedte gebruiken om uiteindelijk te doen wat we nodig hebben. En dan zitten prems en proms en droms zitten er allemaal bij, oftewel vragenlijsten en alles erop en eraan. Dus dat betekent als je 5 jaar later bedenkt van, ik zou eigenlijk wel bij patiënten die protonentherapie hebben gehad 5 jaar geleden met dit type kanker, zou ik ook nog dit willen onderzoeken. En ze hebben toen hun bloed ingeleverd, ik noem maar wat, dan kan je dat ook nog onderzoeken. Ja. Zonder dat je weer allemaal toestemming moet gaan vragen. Ja, precies. Ja. Is er nog een vraag uit de zaal op het gebied van patiënt en de rol daarvan bij de strijd tegen kanker? Daar brandt helemaal achterin weer. Met een gestreepte overhemd. Yes, alright. Vraag voor de medische oncologen. Is er ook nog een rol in de behandeling dus dat gefocust wordt op de patiënt? Dus op grond van hoe snel je dus medicatie afbreekt om daar dan de dosering op aan te passen binnen de behandeling van kanker. Zien jullie daar nog een rol in de toekomst? Ja, bei der Immunotherapie spielt es minder eine Rolle. Da ist es echt mehr ein On-Off-Ding. Bei Chemotherapie, oft bei Dual-Gericht-Therapie, mit Name bei Mitteln, die als Tabletten eingenommen wurden, da spielt es eine viel stärkere Rolle. Es ist mal so, dass meistens, als die Mittel gut getoleriert wurden, man probiert eine viel hohe Dosierung zu geben. Dann ist die Variation
relatief irrelevant. Ja. Het is een onderzoek, maar die onderzoek heeft nog niet aangetoond dat het nu echt tot beter outcomes leidt, omdat het vaak al tot de maximum sowieso toleriert, doseerd wordt. Ja. Waarbij dat wel ook meteen een hele interessante vraag is, namelijk of je echt op die maximum dosering moet doseren. En of je, als je met een lagere dosering aan de slag zou gaan, niet veel beter uit zou kunnen. Nou, voor chemotherapie weten we daar ook al wel wat van. Het hele ingewikkelde is dat we kunnen in het lichaam best wel meten hoe de bloedspiegels zijn van chemotherapie of van welk middel dan ook. Dat zegt nog niet direct wat over hoe de spiegel in de tumor is. En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk moet gebeuren. Nou, dat is meteen ook een van de ingewikkelde dingen over kurkuma die je net noemde. Als je kurkuma in een kweekbakje met kankercellen stopt. Kurkuma, dat is een soort geelwortel. Geelwortel, ja. Ja. En daar worden hele sterke antikanker-eigenschappen aan toegedicht. Nou, dat klopt ook. Als je kurkuma in een kweekbakje stopt, dan sterven de kankercellen als sneeuw voor de zon. Het ingewikkelde is dat als je kurkuma eet, dat het ten eerste niet zo goed wordt opgenomen. Daar is de peper voor, om te zorgen dat het beter wordt opgenomen. Maar het vervelende is ook dat als het helemaal in je lijf is, het ook wel heel snel wordt afgebroken. En de vraag is dus wat er uiteindelijk van de werkzame stof bij die kanker terechtkomt. Nou, dat is precies het stukje waar je dan in volgende stappen verder onderzoek naar zou kunnen doen. Specifiek voor het geval van kurkuma bijvoorbeeld. Ik denk dat daar ook het probleem is dat in de Petri-dish je eigenlijk met iedere middel kankercellen in twijfel doden kunt. Je moet alleen extreem veel opgooien. En dat kan je met bijna iedere middel bereiken. Daarom zien we helaas ook vaak deze waves van wat aan alternatieve voedingsstoffen hip is. Ik heb het van hawaiianische sappen tot eiwitarm, eiwitrijk eten, saukerarm, saukerrijk eten. Natuurlijk, der kanker gebruikt graag bijvoorbeeld sauker, maar mijn immuuncel die kanker moet aangrijpen, die maakt precies hetzelfde. Die heeft ook de sauker nodig. Dus calciumreiken, calciumarm eten. Dus ik denk, die punt die je gezegd hebt, dat breed eten en gezond eten momenteel echt het beste is. En het is begrijpelijk, als een patiënt naar mij komt, die wil altijd ook zelf iets bijdragen. En daar is natuurlijk de voeding dat wat heel graag gedaan wordt. Maar het is helaas zo, dat je weinig, als de kanker al is, door de voeding nog veranderen kunt. Dat is veel studies zijn veelbelovend geweest. En als een beetje grotere groep bekeken is, dan voegt het helaas niks toe. Sorry. En voeding op het gebied van preventie, dus om het niet te krijgen. Want we hebben er zelfs van die berichten in de krant gestaan van rood vlees krijg je kanker, dat soort berichten. Goed, hoe serieus moeten we dat nou nemen? Alle voeding is vaak ook een lifestyle. Ja? Also mensen die besonders goed eten, zijn ook minder aan het roken, drinken minder alcohol. Dat is natuurlijk ook, daar komen veel parallele dingen bij elkaar, maar die belangrijkste dingen zijn niet roken en alcohol in mate drinken. Daar kunnen we al heel veel bereiken. De rest is een beetje dat al doet, breed, dan ben je al gezond eten. Ja. 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 Die mediterraanse eten, dan ben je al heel fair. Ja. We moeten ook fairerweise zeggen dat veel kankers ook Pech ist für die Patienten. Bei uns entsteht continu Kankerzellen. Jeder Mensch hier, die hier sitzt, hat momentan Kankerzellen in der Lichaam. Sie wurden allein nicht klinisch relevant, weil da eine Zelle ist, die dann schlafen bleibt. Ja? Oder sie wurden durch den eigenen Repair-Mechanismus auf das Immunsystem aufgebrochen. Ja? Das ist auch viel Pech dabei, dass die eine Zelle dann doch echt unsere heel komplexe Mechanismen von den reparieren von solchen Zellen und schnappen kann. Ja. Und da ist natürlich belangreich, dass wir nicht noch mehr Tox beifügen, also nicht Sonnenbrände haben, nicht roken, dann verhoche ich meinen Kranz. Mal echt vorkommen, dass Kankerzellen entstehen, das gebührt bei jedem kontinu. Noch eine Frage in der Saal. Ja, brandt de mevrouw daar
Voor mij rechts, voor de kijker, het is thuis links. Ja. Oh ja, begrijp. Ik vroeg me af in hoeverre patiënten betrokken zijn bij de opzet van uw studies die u doet. Vanuit de patiëntenwereld vinden we dat namelijk heel belangrijk. Bij mijn studies? Ja. Die patiëntenvereniging is altijd bij betrokken. Als ik een studieprotocol schrijf, dan krijgen die patiëntenvereniging dat studieprotocol. Daar gaan ze al advies geven, maar nog belangrijker is het bij de patiënteninformatie. Die schrijven ze vaak behoorlijk om, maar dat helpt ook heel goed. Ja. Dat doe ik altijd met de patiënten samen. Ja. Dat is heel prettig, want ik heb er zelf niet zo'n erg goede ervaring mee opgedaan. Maar ik ben blij dat het bij u wel gebeurt. Ja, we veranderen natuurlijk. En ik denk die asymmetrie die we 50 jaar geleden hadden, waar de arts de god was en de patiënt moest geloven wat de arts zegt, dat verandert natuurlijk. En dat vind ik ook erg prettig. Ik was 3 maanden geleden, dus het is Valt het kort uit te leggen wat uw ervaring was? Ja, ik zit in de patiëntenraad van een experimenteel onderzoek waar ook het AVL bij betrokken is. CPTC heet het, geloof ik. Uh-huh. Center for Personalized Cancer Treatment. En op verzoek hebben wij vanuit de patiëntenraad met 2 mensen een zogenaamde PIF, proefpersoneninformatieformulier, bestudeerd. En daar waren we niet zo erg enthousiast over. Want? Nou, het was niet te lezen. En ik ben redelijk... ik weet redelijk waar het over gaat. Maar het was slecht Nederlands. Het was voor dezelfde begrippen, voor verschillende woorden gebruiken. Een indeling waarvan je denkt, hoe kan je dit nou aan mensen vragen op dat moment die helemaal door de war zijn? Want als je zo'n diagnose hebt gehoord, dan ben je echt in de war. Dat weet ik uit eigen ervaring. Mm-hmm. Dus dan moet het echt zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Nou, dat was niet aan de orde. Ja. Valt daar nog wat te winnen? Het wat duidelijker en makkelijker maken voor patiënten? Zijn artsen een beetje vaagpraters soms? Nou, vast ongetwijfeld ook. Maar een van de andere dingen die speelt is dat zo'n patiënteninformatieformulier, dat zogenaamd patiënteninformatie heet, ook wel haast een juridisch document aan het worden is. Mm-hmm. Als we maar alle dingetjes erin hebben geschreven, ja, dan zijn we ingedekt tegen van alles. Ja. En dat is natuurlijk niet waar die patiënteninformatie voor bedoeld is. Maar dat is wel wat we met toch de hele juridisering op ons afkrijgen. En het is van één kant een medisch-ethische toetsingscommissie die probeert daarvoor te waken in die zin dat er ook patiënteninformaties komen van 30 pagina's. Je ziet dat vaak bij door de farmaceutische industrie geïnitieerde studies. Die hebben nog meer de neiging om zich te willen indekken. Nou, dat wordt wel wat ingedampt. Maar er zijn ook gewoon echt formele criteria. Dit en dit moet er allemaal in staan. Ja, en dan krijg je een document wat taai wordt. Taai wordt, ja. Er is ook een spanningsveld tussen wat de medisch-ethische commissie wil en wat de patiënten willen. Ik heb dat ook de eigen ervaring, dat die patiënten willen meer tabellen, kleurig, echt harde cijfers. Wat tegen de ethische commissie wil dat niet confronterend en wil het naar een bepaalde formele, hoe het opgebouwd is. Dat is, de arts moet daar ergens tussen alle beiden dat altijd vinden, omdat als de medisch-ethische commissie dat niet akkoord gaat, dan gaat uw studie ook niet starten. Dus, maar ik geef u gelijk, we moeten patiënten veel meer bij betrekken. Als ik ook kan zeggen, dat die patiënten vinden dat zo beter, dat dat natuurlijk ook een sterker argument tegen de of bij de ethische. En ik kan me voorstellen dat het helpt als de journalisten van de Volkskrant mee helpen schrijven. Maar dat zou dan een belangenverstrengeling zijn als ik ook betaald word door het ziekenhuis. Dat kan helaas niet. In de Holland PTC Open Werkplaats, ja, is het zo dat die open werkplaats is niet alleen voor mensen uit de oncologische zorg, maar ook voor verzekeraars, voor de overheid, maar ook voor patiëntenfora. En vandaar ook dat ook patiëntenverenigingen gebruik maken van die werkplaats om te integreren, mee te gaan naar seminars, mee te gaan of... Nou, je ziet het in een normale ziekenhuis ook, dat naast een cliëntenraad er ook steeds veel meer klankbordgroepen optreden. En de macht van die klankbordgroepen is verbazingwekkend groot. Je ziet dat sommige klankbordgroepen die schrijven brieven naar de raad van bestuur. Maar dan moet een klankbordgroep wel zijn, niet alleen patiënten, waar toch heel veel dingen mee spelen, maar wat heb ik meegemaakt. Maar ook mensen uit de oncologische zorg zelf.
Die dan gezamenlijk kijken van, goh, wat zouden we nou adviseren? Ja. Wat we in Utrecht hebben meegemaakt, waar we een heel goed werkende oncologische klankbordgroep hadden, was dat we die als kwaliteitsmonitor hebben ingezet. Dus normaal gesproken doe je visitaties bij elkaar. En dan kan je op een random moment kan je, ja, collega's, artsen en laboranten of verpleegkundigen een afdeling opsturen. En dan op dat moment vragen, nou jongens, laat maar eens zien. Heb je je spulletjes goed op orde? Ja. En dat hebben we in Utrecht ook gedaan met patiënten van de patiëntenklankbordgroep. En dat was schrikken. Want die patiënten keken naar hele andere dingen. Wat vertel eens wat er kan. Dan kwam een patiënt gewoon het laboratorium op en die zei... Nou, niet het laboratorium. Het gaat echt over de klinische afdelingen. Ja. Maar het gaat erom dat je belooft als afdeling van, nou, wij hebben personalized zoveel. En we hebben altijd... Iedere patiënt krijgt een oncologisch verpleegkundige. Of iedere patiënt krijgt zus en zo. En dat blijkt in de praktijk toch... Ja, vaak er wat mooier uit te zien in de tabelletjes en de kleurtjes dan dat je ook werkelijk hebt geïntegreerd in je afdeling. Dan zag de patiënt daar het gewoon gebeuren van, nee, niet iedere patiënt heeft zo iemand. Ja, wat beloof je en wat kom je waar? Daar zit wel eens. En wat je dus ziet, daarom is, ik denk dat, ondanks dat u daar heel kritisch over bent, wat ik zie dat de empowerment van het patiëntendeel, en dat beschrijft u ook, ja, die neemt enorm toe. En eigenlijk is de patiënt op dit moment, wat u ook beschrijft, de partner in de oncologie aan het worden. We moeten het een beetje nog zien te titreren hoe je dat vormgeeft. Want ja, het moet ook niet tegen elkaar opboksen zijn of jij wel eens en niet is. Nee, het moet gezamenlijk optreden. Maar de patiëntenvereniging kan daar een hele sterke rol in hebben als individu. Ja, wat mevrouw zegt, is dat natuurlijk heel lastig. Maar als je een sterke patiëntenvereniging hebt, zoals we hebben best wel nare onderzoeken voor patiënten. Hè, de bronchoscopieën, dat je met een slangetje naar binnen gaat. Nou, de Dokter Longkankervereniging die gaat een enquête houden onder alle patiënten. Wat willen jullie eigenlijk? Willen jullie misschien een roesje hebben? Want de dokter heeft daar niet zoveel zin in, want dan moet je iemand weer een bedje houden en dan moet je weer dit, dan moet je weer dat. Ja. Nou, 80% van de mensen zegt, ik vond het een verschrikkelijke ervaring. Doe maar alsjeblieft een sedatie, een roesje. Dat is dan maar logistiek onhandig, maar ik wil dat echt. Dat is blijkbaar wel wat de patiënt wil. De patiënt wil. Dus dan, dankzij de longkankerpatiëntenvereniging, de directeur die zegt van, goh, jongens, en die maakt dan een mooi filmpje ervan. Longartsen in Nederland is eigenlijk niet meer in de huidige tijd te doen om een scopie zonder iets van de verdoving te doen. Ja. Dus je kan, ik denk sterke patiëntenverenigingen zijn ontzettend goed om samen te werken in protocollen, maar ook in diagnostische protocollen. Want je moet het allemaal ondergaan. En je moet het allemaal weer en weer en weer ondergaan. En een MRI voor sommige mensen verschrikkelijk. Ja, dan kan je zeggen, er zijn ook wel MRI's die niet dat lawaai maken. Er zijn ook MRI's waar je niet wordt vastgelegd. Dus verplaats je in de patiënt, maar doe dat via een patiëntenvereniging. Ga niet in je eentje proberen dat te veranderen. Zodat je met één krachtige stem kan praten. Ja. Nog ruimte voor één vraag en dan gaan we een experiment doen. Daar de meneer met de baard. Dat is deze meneer. Ja. Ik hou hem voor. Dankjewel. Ik wilde graag even iets vragen over de farmaceutische industrie. Tabaksindustrie is machtig, rijk, fantastisch. Het lukt ook niet om die lui aan te pakken. De farmaceutische industrie is nog veel rijker. In hoeverre is oncologisch Nederland in staat, of zelfs nog breder, om eigen fundamenteel onderzoek te doen, zodat zij toch komen aan gerandomiseerd, helder onderzoek, zonder dat de farmaceut zich daarmee bemoeit? Die heeft ervaring met samenwerken met de farmaceutische industrie? Bijna niet mogelijk zonder farmaceutische industrie. De hoofdoorzaak daarvoor is dat die medicijnen hedendaags zo duur zijn dat u zonder farmaceutische industrie dat niet financieren kunt. Dat is het. Als een behandeling 100.000 euro per patiënt kost en u wilt 200 patiënten in een studie inschlauten, dan kunt u het zelf uitrekenen. Als zo'n studie bijvoorbeeld dan niet alleen een verbetering van de outcomes kan geven, maar ook dan minder duur gaat zijn, dan zou naar mijn mening de overheid of de verzekeringen dat financieren. Maar dat zijn dan weer wettelijke beperkingen. Als het nog niet echt geregistreerd is voor deze indicatie, dan mag dat niet in solche dingen. Desondanks dat ook voor de maatschappij een vooruitgang zou zijn. Dus dat is in de laatste jaren zeker veel moeilijker geworden sinds die geneesmiddelen zo duur geworden zijn. Ja. En heeft u ook het gevoel dat farmaceuten proberen om zo'n protocol zo in te richten dat het hun medicijn er heel goed uitkomt? Ja, Christian Blank? Kijk, een farmaceutische bedrijf is natuurlijk een bedrijf die heeft een middel ontwikkeld, heeft er heel veel
geld ingestoken, die wil natuurlijk ook een positieve fase 3-studie krijgen. Ja? Ja. En dat is natuurlijk dan aan ons. Fase 3 is zeg maar de beslissende groep, met patiënten. Ja, waar ik dit een standaardbehandeling met de nieuwe vergelijk en dan wil aantonen dat mijn behandeling beter is. Ja. Nou goed, het is natuurlijk aan ons artsen aan ook deze data te interpreteren. En daar zolang opinieleiders accepteren dat bijvoorbeeld die controlearm, also das, was Standard genannt wird, nicht echte Standard war, mal eine schwächere Behandlung von der Foren, dann, solange wir solche Dinge akzeptieren und uns profilieren, seien wir auch mehr schuld an die Dinge. Weil das hat, denke ich, in letzter Zeit sehr stark verändert, um das mit Internet, mit den Dingen, seien wir doch echt kritisch geworden. Ende auch der Verwebung zwischen pharmazeutische Industrie, Ende. En de arts, wat vroeger ja, was, maar skiën gevlogen ergens naartoe, door de farmaceutische industrie financiert. Ja, dat is absoluut not dan hedendaags meer. Dus nu zelfs dus zo'n transparantieregister ja, waarin ja. Iedere arts moet opgeven heel goed, ja. Hoeveel die van farmaceuten ja. Krijgt. Ik denk ja. dat we moeten professioneel samenwerken, omdat we kunnen het niet alleen financieren, maar het moet op een professionele wijze zijn. Maar ik zie dat ook in de ontwikkeling in de farmaceutische industrie. Die financieren ook niet meer zulke reizen. Het is ook in de farmaceutische industrie nood dan zulke dingen te doen. Misschien ook nog een belangrijke variant om hierbij te noemen. Je hebt onderzoek wat helemaal door de farmaceutische industrie wordt geïnitieerd. De grote fase 3-studies die je net noemde, die echt bedoeld zijn om een middel te lanceren in nou, bijvoorbeeld de behandeling van alvleesklierkanker. Maar je hebt ook studies die je weliswaar uitvoert samen met de farmaceutische industrie. Maar dat samen betekent dan met name dat zij jou het middel geven en dat jij de studieopzet mag doen. En dat kan heel zinvol zijn op het moment dat er al een middel geregistreerd is voor kanker X. En jij bent in het laboratorium bezig om te onderzoeken of dat middel misschien ook voor kanker Y helpt. En nou, dat lijkt inderdaad zo te zijn. Dan kun je vervolgens de farmaceutische industrie vragen, geef mij dat middel zodat ik zelf ook een gerandomiseerde studie kan doen, zonder dat zij direct invloed hebben op die studie. En dat is denk ik een samenwerkingsmodel, wat natuurlijk ook altijd een beetje geven en nemen is, maar wat wel echt de mogelijkheid geeft om toch onafhankelijker onderzoek te doen, dan dat het onderzoek helemaal door de farmaceutische industrie wordt geïnitieerd. Helder. Het is tijd voor een experiment en dat doen we met onze vaste presentator van Nemo. Hier is die, Mart Vogel. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Mart van Nemo en ik werk daar als tentoonstellingsmaker. En ik ben elke maand bij het Kenniscafé aanwezig met een korte demonstratie of een kort experiment om de boel een beetje interactief te houden. Vanavond wil ik het met jullie hebben over UV-licht. Nou, iedereen weet dat UV-licht bijvoorbeeld van de zon komt. En UV-licht is eigenlijk licht dat net buiten het spectrum valt. Mag ik de volgende slide? Valt buiten het lichtspectrum. Ja. Nou, UV-licht is licht dat net buiten het spectrum valt van het licht dat we met onze eigen ogen kunnen waarnemen. Aan de ene kant heb je infrarood en aan de hele andere kant heb je violet en daarna ultraviolet. En dat kunnen wij met onze ogen niet meer zien. Onzichtbaar licht dus, maar wel licht met hele zichtbare en potentieel gevaarlijke gevolgen. Bijvoorbeeld, iedereen kent wel de verbrande huid van als je te lang in de zon hebt gezeten. Maar UV-licht kan ook verschillende soorten kanker als risico hebben als je er te veel blootstelling aan hebt. Nou, we kunnen UV-licht dus niet zien, maar hoe zou de wereld eruit zien als we het toch konden waarnemen? Nou, dat kan met behulp van deze speciale UV-camera. Daar zit een lens op en die lens filtert eigenlijk alle licht weg, behalve het UV-licht. Ik zal hem even aanzetten. Dit ben ik in UV. Ik weet niet of jullie het kunnen zien al een beetje. Ik zal hem even scherp stellen. Nou, op het eerste gezicht lijkt de wereld in UV een beetje op een zwart-wit versie van de echte wereld. Maar schijn bedriegt en we gaan zo meteen zien waarom dat zo is. Nou, naast deze opstelling zitten een paar UV-lampen. Dat hebben we nodig omdat hier natuurlijk binnen geen zon schijnt. En anders ziet de camera niks. Deze lampen zijn niet gevaarlijk, want de intensiteit voor je ogen en huid is niet hoger dan wat je normaal binnen zou krijgen als je buiten zou lopen. Nou, dat de wereld in UV net een beetje anders is dan de echte wereld, dat zie je bijvoorbeeld als ik deze bril opzet.
Voor jullie is deze bril gewoon van transparant materiaal en jullie kunnen dus gewoon mijn ogen zien. Maar als ik voor de UV-camera ga staan, dan lijkt het eigenlijk wel een beetje een zonnebril. Nou, hoe kan dat? De meeste, een deel van het UV-licht, namelijk UVB-licht, dat kan niet door veel transparante materialen heen. Waardoor je eigenlijk ook niet snel verbrandt als je bijvoorbeeld in de auto zit. Maar een ander deel van het UV-licht, namelijk UVA, kan dat wel. Nou, UVA-licht zorgt voor, als je daar lang onder zit of in zit, kan het zorgen voor DNA-schade en schade aan je huid, waardoor je huid veroudert. Nou, die veroudering kan je heel goed zien als je bijvoorbeeld naar deze foto kijkt. Als ik even naar de PowerPoint terug mag. Dit is een vrachtwagenchauffeur die eigenlijk zijn hele leven in een vrachtwagen heeft gereden en op één kant van zijn gezicht door het autoraampje licht kreeg. Nou, het is niet moeilijk om te zien op welke kant van zijn gezicht het was, want hij ziet er veel ouder uit. Nou, gelukkig kunnen we onszelf beschermen tegen de negatieve gevolgen van UV-licht. En dat kan namelijk met zonnebrandcreme. Nou, hoe werkt zonnebrandcreme eigenlijk? Dat kan je dus supergoed zien met een UV-camera. Ik heb hier eigenlijk een doodnormale factor 30. Die er gewoon eigenlijk heel wit uitziet. Maar als ik hem voor de UV-camera opsmeer, dan gebeurt er iets bijzonders. Zoals jullie zien is het eigenlijk net zwarte verf. Nou, hoe kan dat? Waarom is dat zo? Dat komt omdat het zonnebrandcreme UV-licht absorbeert en vervolgens omzet in warmte. Nou, omdat het licht absorbeert, reflecteert het niet meer terug naar de camera, waardoor het eigenlijk een zwarte vlek lijkt op het beeld. Nou, ik heb hier nog een zonnebrandcreme. Dit is een factor 4. Wat denken jullie? Zal dit donkerder of lichter zijn dan de factor 30 op de UV-camera? Lichter? Ik hoor geen donkerder. Nou, dat is vrij unaniem. Laten we het even testen. Hier dan maar. Ja, het is wel iets donkerder, maar wel, of iets lichter, maar je ziet wel duidelijk dat het donkerder is. Hoe hoger de factor, hoe donkerder het dus op de UV-camera. Maar dat is niet altijd zo. Er zijn namelijk ook zonnebranden, zoals deze, die net iets anders werken. Deze zonnebrand wordt namelijk lichter. Dit is ook een factor 30. Ik smeer hem even op mijn hand, want deze, dit is zo'n zonnebrand die heel erg wit blijft en niet intrekt. Deze zonnebrand is eigenlijk lichter. Nou, hoe kan dat? Dat komt omdat deze net iets anders werkt. Deze absorbeert het UV-licht niet, maar reflecteert het juist. Dit soort zonnebranden noem je ook wel minerale zonnebranden en die andere ook wel chemische zonnebranden. Nou, dat gezegd hebbende zou ik graag een kort wedstrijdje willen doen. Namelijk een wedstrijdje wie zich het beste kan insmeren. En daarvoor wil ik zo twee vrijwilligers naar voren roepen die de strijd aan durven gaan voor de beste insmeerde kenniscafé 2019. En daarvoor hebben we een jurylid in de zaal vandaag. Zij werkt als dermatoloog in het Erasmus MC. En zij weet alles over de negatieve gevolgen van UV voor de huid en hoe je je daartegen kan beschermen. Mag ik een hartelijk applaus voor Bibi van Montfrans. Nou, Bibi, leuk dat je er bent. Ja. Ik ga je geen hand geven, want ik heb erg vieze handen. Allereerst een vraagje. Toen ik voor het eerst in de UV-camera kijk, zag ik donkere plekken op mijn huid. Kan je mij vertellen wat voor plekken dat zijn? Ja, zeker. Dat zijn eigenlijk de pigmentvlekken die je in de loop van je leven hebt ontwikkeld. Dat is eigenlijk ook gewoon zonbescherming. Dat pigment, dat melaninepigment, dat gaat eigenlijk als een soort parasolletje in je huidcellen zitten boven je DNA. En dat beschermt dan je huid. Dus het is ook een gezonde reactie om pigment te ontwikkelen. Alleen, hoe meer vlekken je in je huid hebt zitten, hoe meer zonne-expositie je hebt gehad, hoe groter ook eigenlijk het risico is om huidkanker te krijgen. Dus het is nog geen huidkanker, maar het is wel een teken van veroudering? Het is een teken van dat je veel in de zon bent geweest. Ja, duidelijk. Ik zou graag twee vrijwilligers hebben die de strijd aan durven gaan. Jullie gaan kort je gezicht insmeren.
Bibi gaat dat beoordelen. En de winnaar krijgt uiteraard een mooie prijs. Wie mag ik naar voren roepen? Wie durft? Kom maar naar voren. En de tweede vrijwilliger die durft. Komt er maar hoor. Je leert er heel veel van. Want er is altijd een plekje wat je vergeet in te smeren. En dat ga je gewoon nu ontdekken. Ik heb het zelf ook gehad. Ik vergat eigenlijk. Nou, ik zal het nog niet zeggen. Nou, welkom. Wat is je naam? Ja, ik praat met zijn moeder. Gees. G-dubbel-L-S. Kees. G-dubbel-L-S. Kees. Okay. Welkom, Kees. Wie mag ik als tweede uitnodigen? Ja. Komt u maar. Ja. Oh, pas op. Welkom. Kees. Ik ga jullie alle twee een beetje zonnebrand geven. En jullie mogen... Wat moet dat doen? Jullie mogen dat op jullie gezicht smeren. Doe dat vooral zoals je dat normaal zou doen. Ga niet extra goed smeren. Ja, alsof je in de zon gaat. Dat ziet er al goed uit. Dan zou ik jou willen vragen als eerst even voor de UV-camera te komen staan. Komt u maar hier staan. Bibi, zou ik jou mogen vragen... Ik zal hem even scherp stellen. Is het een beetje te zien op het beeld? Een stapje naar achteren misschien? Naar achter. Ja. Een beetje naar voren. Heel een beetje naar voren. Bibi, zou ik jou mogen vragen om commentaar te geven? Ja, nou, ik zie delen die heel goed ingesmeerd zijn, die heel erg zwart zijn. Ik zie ook eigenlijk rondom de ogen, onder de ogen, een heel deel wat vergeten is. En net onder de haargrens, dat hier zo heb je het ook niet ingesmeerd. En even je oren kijken. Mag ik even kijken? Ja, zie je? Even kijken waar je een beetje draait, zo opzij. Die kant op, ja, precies. Hè? De oren eigenlijk helemaal vergeten, de hals en de nek. Dus, wat zou ik zeggen? We gaan even bij je concurrent kijken hoe zij het heeft gedaan. Mag je iets dichterbij stappen? Ja. Kijk, je hebt heel erg je best gedaan, Chris. Even kijken. Er is een deel hier zo bij je wangen. En als ik dan even onder je neus mag kijken, het neuspuntje aan de... Nou, dat heb je ook gedaan. Hartstikke goed. En je oren. Je zag de buil hangen, denk ik. Kijk, zie je? Onder hier zo, zie je? Dit. De hele oorschelp. Nou, gelukkig heb jij dan haar, maar dan ook even achter de oorschelp wil ik nog even kijken. Zie je dit? Controle hier. Ja, hier zo, dit. En dan, ja goed, ook hè, de nek. Dus eigenlijk wel, denk ik wel dat Chris, dat jij gewonnen hebt. Je hebt het toch wel het meest ingesmeerd. Mag ik een hartelijk applaus voor Chris? Chris, jij krijgt natuurlijk ook een prijs. En dat is een speciale Nemo-fles zonnebrand. En ook met de boodschap om je vooral zo goed blijven in te smeren de komende zomer. Zodat je natuurlijk niet verbrandt. Jij ook, Kees? Ja, ik heb nog een troostprijs. Een klein tubetje. En dat is eigenlijk nog misschien wel waardevoller. Dat kan je gewoon altijd bijdragen. Mag ik een hartelijk applaus voor onze twee dappere kandidaten. Bibi, zijn er nog andere tips waaraan we moeten denken als we onszelf willen beschermen? Nou ja, dus ten eerste de vergeten plekjes. Smeer die ook in. Gebruik één... Doe een crème op je hele vinger. En dat is dus voldoende voor je gezicht. Dus smeer meer dan je eigenlijk tot nu toe altijd deed. En doe het ook vaker op een dag. Gewoon 3 keer op een dag. 1 keer is niet genoeg. En dan heeft het KWF nu een mooi eigenlijk preventieprogramma. En die gaat naar basisscholieren toe. Want de rest van Nederland is eigenlijk reddeloos verloren. En het gedrag verandert toch niet meer. Want we zijn als Nederlanders massaal verslaafd aan de zon eigenlijk. En daar komen we ook niet meer van af. Daar helpt geen motiverend gesprek meer voor. Dus de kinderen, dat is onze hoop en onze toekomst. En dan is er een mooie slogan en die luidt... smeren, kleren en weren. Dus
Je moet ook gewoon kleren aan. We hoeven ons niet allemaal te ontbloten als er één zonnestraal is. Doe gewoon iets lekker, iets moois en iets langs aan. En mijd ook de zon, dus weren. Tussen 12 en 3 ga dan niet langer dan een kwartiertje echt in de zon zitten. Je voelt ook gewoon dat de zon niet goed is, dat die brandt. En er is gewoon directe DNA-schade als je verbrandt. Dus elke verbranding is er gewoon eentje te veel. Smeren, kleren en weren, dat lijkt me hele mooie woorden om dit experiment mee af te sluiten en de komende zomer in te gaan. Mag ik een hartelijk applaus voor Bibi? En ik wens je nog een fijne avond. Dankjewel, Mart en Bibi. We gaan naar het einde van de avond toe met zo'n slotkolom. Maar daarvoor wil ik nog eventjes één vraag en die moet dan beantwoord worden in één zin. Kijken of het lukt. We krijgen allemaal onbeperkt budget. Onbeperkt toegang tot de premier van het land. Wat gaat er dan gebeuren op het gebied van kankeronderzoek? Moet ik echt als eerste dan? Ja. Twee zinnen mag ook. Ik denk dat het goed is om te kijken of je de gezondheidszorg zou herorganiseren in plaats van met elkaar in competitie zijnde kolommen naar iets wat samenwerkt rondom de patiënt. En zo gaat kijken naar waar de beste meerwaarde is. Minder competitie, meer samenwerking. Ja. Ja. Nou, het is fijn dat ik dat al niet meer hoef te zeggen. Ja. Ik zou heel erg graag toegang krijgen tot alle data die nu al beschikbaar is uit wetenschappelijk onderzoek en zorg. Zodat daar allerlei slimme AI, artificial intelligence mensen mee aan de slag kunnen om de zorg te verbeteren. Dus de kennis die er nu al ligt, beter gebruik, ja. Ja. Wanda de Kanter? Ja, ik wil dat onbeperkt budget? Dat is helemaal niet duur. Nee? Geen kind meer gaat roken. Vanaf nu gewoon rookvrije generatie in wet verankerd. En dat is gewoon... Dat kost helemaal niks. Dat zijn gewoon een hele stoere minister, een hele stoer iemand die gewoon een beslissing gaat nemen om 30% van de kankersterfte in Nederland op termijn te voorkomen. En dan moet gewoon tabak op dezelfde lijst als heroïne? Zeker, dus zeker net zo verslavend. Gewoon verboden, dus ja. Ja. Okay. Maar niet voor de rokers nu, hè? Daar wil ik wegblijven, maar niet beginnen meer. Ja. Christian Blank? Ik denk dat ik een beetje minder markt in de zorg wil zien. Minder markt in de zorg? Ja. Omdat je kunt gezondheid moeilijk meten. Je kunt het moeilijk een prijskaartje aanhangen. Dus we moeten ook een beetje meer daarnaartoe weer dat zorg een ding wordt wat we alle waarderen. En waar we iets voor over hebben, maar waar we ook niet gemeen samen ook zeggen wat we daarvoor over hebben en wat we dan daarmee willen doen. En niet aan andere bautende gemeenschappen eigenlijk overlaten wie de prijs bepaalt en solche dingen. Ja. Hedgefonds. Ja. Ja. Ja, aan het applaus te horen moeten we deze vier dingen gewoon meteen invoeren. Dan tot slot hebben we nog een slotcolumn van onze huiscolumniste van het Kenniscafé. Hij is paleontoloog, columnist bij Dagblad Trouw. Hier is Jelle Reumers. Tja, de bedoeling van deze traditionele slotcolumn is om u als toehoorders van deze avond met een vrolijke of een kritische of een ontregelende of een sarcastische boodschap naar huis te laten vertrekken. Maar het onderwerp van vanavond, kanker, leent zich slecht om grappen over te maken of om een ontregelende of sarcastische visie op te geven. Toch is er een aspect van kanker waar je zelden iemand over hoort en dat is het woord. Het woord kanker dus, niet de ziekte, maar de term. De Engelsen zeggen cancer, met een K en een C-klank. Ik kom daar zo nog even op terug. De Duitsers noemen het krebs, een woord waarmee ze beoosten Winterswijk ook de diersoort kreeft aanduiden. En dan is het woord cancer in het Latijn, net als in het Engels, gespeld met twee C's. Cancer is de Latijnse naam voor de krab. De Noordzeekrab heet voluit Cancer pagurus. Dat is het beest dat wordt gegeten, al dan niet in de vorm van krabcocktail, en dat u bij de visboer kunt kopen. De Duitse krebs is ook eetbaar, dat is namelijk de zeekreeft Homarus gammarus voor intimi. In Engeland en Duitsland eet men kanker.
Hoe vreemd wilt u het hebben? De oorsprong van het woord kanker ligt, als ik Wikipedia mag geloven, bij de Griekse geneesheer Hippocrates, die een kankergezwel vond lijken op een in het zand ingegraven krab. Enige fantasie was hem niet vreemd. Zo'n beest heette destijds karkinos in het Grieks. En zo heeft het onschuldige beest zijn naam uitgeleend aan een totaal niet onschuldige kwaal. Hoe de Duitsers vervolgens van een krab een kreeft hebben gemaakt is dan weer een vraag, tenzij de term kreeft als containerbegrip voor alle 10-potige geleedpotigen beschouwt, de kreeftachtigen. Wij Nederlanders zeggen kanker, omdat we het woord met twee k's schrijven. Dat is rare nieuwlichterij. Zoals er ook mensen zijn die akkoord met twee k's schrijven. Kroket met een C en Q-U, dus fonetisch spellen met twee k's. En krokus ook. Kanker, de ziekte, wordt veroorzaakt door carcinogene stoffen of stralen of genen. Dat carcinogeen wordt met twee C's gespeld, evenals carcinoom. De eerste C uitgesproken als een K, de tweede C als een S. Datzelfde doen de Engelsen. Die schrijven cancer, cancer met twee C's en zeggen cancer met een K en een S-klank. De reden is dat een C voor een A of een U als een K wordt uitgesproken en een C voor een E of een I als een S. De conclusie is dus dat wanneer wij zeggen dat iemand kanker heeft, dat woord helaas verkeerd wordt uitgesproken. Het is een ziekte met een etymologisch foutief uitgesproken naam. De patiënt lijdt aan kanker. Maar dat heb ik vanavond niemand horen zeggen. Oeps, nu heb ik toch iets ontregelends gedaan. Dank u wel. Dank u wel. Dank je wel, Jelle Rummer. Dit is het einde van deze avond. Wij zien elkaar straks nog daar bij de kroeg, als u daar zin in heeft. Maar volgende maand zijn we er weer. Maandag 17 juni, om precies te zijn. Heel ander thema. Het thema van het volgende Kenniscafé is namelijk de grote vogelshow. Hoe gaat het met de vogels in Nederland en in de rest van de wereld? Mijn collega bij de Volkskrant, Maarten Keulemans, is dan de presentator. En die zal samen met wetenschappers weer op zoek gaan naar de antwoorden op prangende vragen. Rest mij de sprekers van vanavond hartelijk te danken. Christian Blank, Wanda de Kanter, Hanneke van Laarhoven, Marco van Vulpen, Twan Pieters, Gaston Remmers, Hans Hekkenberg, onze begincolumnist, Mart Vogel en Bibi. En natuurlijk onze slotcolumnist Jelle Reumer. Ik hoop u volgende maand te zien bij de Grote Vogelshow.